Er komt een engel bij God. Een engel. En het is niet zomaar een engel, het is een van de allerbeste engelen die God heeft. Een zogenaamde serafijn. En God ziet hem aankomen lopen, een prachtige, lange, atletische engel, zilverwitte vleugels. En de engel gaat voor God staan en hij zegt, ik wil intergalactische engel worden. Ik weet niet of jullie weten hoe het zit met engelen, hè? Maar je hebt natuurlijk de gewone engel, de aartsengel. Die krijgt een planeet toegewezen, mag die zijn engelen dingetjes doen. Dan heb je natuurlijk de galactische engel, die mag in een heel melkwegstelsel op allerlei planeten doen wat hij wil. En dan heb je de intergalactische engel. En dat is de absolute topbaan, daar mag je in het hele universum doen wat je wil. Dat is auto van de zaak, lekkere wijven. En als het fout gaat, dan krijg je een bonus, zo'n baan, hè? En die engel zegt het tegen God, hij zegt, ik wil intergalactische engel worden. En God zegt, dat kan, maar wat is je examen? Weet je misschien, engelen moeten hun eigen examen bedenken. En die engel die zegt, ik wil de bewoners van de planeet Aarde vertellen hoe ze weer gelukkig kunnen worden. En God denkt, ja, dat kan je makkelijk. Je bent een topengel. Dat is 3 minuten lullen en dan weten ze het weer. Dat is geen examen. Examen is niet iets wat je al weet, dat je dat nog een keertje herhaalt. En zo noemen we dat in Nederland en daarom is het niveau hier ook zo schrikbarend laag. Het idee van een examen is dat je bepaalde kennis tot je neemt en dat je met die kennis een nieuw probleem oplost. Dus God zegt, je mag het wel doen, maar jij krijgt van mij 3 problemen. Probleem 1. Je moet het doen als Hans Sibbel. Dus wat er ook gebeurt, iedereen moet denken, nee, het staat gewoon Hans Sibbel, zeker weten. Ten tweede, je moet de mensen heel duidelijk maken dat ik er niet ben. God bestaat niet. Want als ze denken dat ik er ben, weet ik precies wat er gebeurt. Dan gaan ze weer bidden. Moet ik het allemaal weer oplossen? Ze moeten het zelf. Probleem 3. Nou, vertel aan het begin van elke avond maar dat je een engel bent. Veel succes. Vrienden, ik ben een engel. Dankjewel. Ik ben een tijdje geleden met 2 zeer goede vrienden op reis geweest. En wel, wij zijn geweest naar Amazone regenwoud. Een reis die heb ik altijd willen maken. Wij zijn geweest naar Brits Guyana, ligt naast Suriname, dat je het ongeveer een beetje kan plaatsen. En het mooie was, het was een super primitieve reis. We moesten slapen in hangmatten, 3 weken lang. Ik keek daar tegenop. Nou, het was geweldig. Het was echt gaaf. En we moesten voor ons eigen eten zorgen. Er was wat rijst mee, wat eieren. Voor de rest moesten we het zelf maar doen. En het is een oude Britse kolonie, dus we kwamen ook wat lokale Indianen tegen en die praten een beetje Engels. Dus dat is leuk, je kon een beetje communiceren. En op een gegeven moment vroeg ik me af, hoe zou dat zitten met geluk? Zouden die jongens daar in het oerwoud, die toch alleen maar oerwouddingetjes hebben, zouden die nou gelukkiger zijn dan wij? Wij die zoveel hebben. We hebben alles. We hebben spulletjes, we hebben veel meer kennis. We kunnen vliegen, we kunnen erheen en we kunnen ook weer terug. We leven langer. Wij leven aantoonbaar langer. Wij hebben medicijnen, pilletjes die werken. Zij doen een dansje en ze toch afwachten wat er daarna gebeurt. En het is dus super primitief, ik weet het. Ik bedoel, ik weet niet of je al eens in de jungle geweest bent, Amazone regenwoud. Ik was er in de droge tijd en zelfs dan nog, als je een wondje hebt, gaat het niet eens dicht, hè. Het is daar zo fucking vochtig, want je moet ook altijd in de droge tijd gaan. Sowieso in de regentijd, dan word je gaga, dan regent het 6 tot 8 uur per dag. Dan weet je het gewoon niet waar je het zoeken moet. En wij waren in de droge tijd en wij hadden op een gegeven moment een regenbui van 6 uur. Aan 1 stuk, ik werd gek. We waren op een rivier aan het varen, de Essequibo. We beuken door een soort regengordijn. 6 uur lang, het regende zo hard, de dieren stonden in paardjes op de oever gereed om aan boord van de boot te mogen. En dan regent het hard, vrienden. En toen ben ik een beetje pist. Dus ik zeg tegen een van de Indianen, ik zeg, white men pay a lot of money for dry time. And now raining all the time. How come, friend? Ja, je moest ze altijd een vriend houden, hè? Want voordat je weet hoor je, en dan zit er een pijltje in je nek. En weet je wat hij zei? Weet je wat hij zei? Hij zei tegen mij, zei hij van, ja, het weer is al 2 jaar van slag. Maar ja, dat komt door het broeikaseffect. Flof, had ik het gedaan. Snap je? Terwijl wij zoveel doen voor het broeikaseffect. Of tegen. Wij stoppen zelfs CO2 de grond in. Zie ik ze daar nog niet doen. Bij Barendrecht. Topplek. Wij wonen daar niet. Heel goed om daar dingen uit te proberen. Heel goed. Ah, oh man, en meteen klagen in Barendrecht. Weet je wat hun grootste klacht is? Ze zijn bang dat het CO2 dat het in het grondwater komt. En dan komt het misschien in drinkwater. Nou, dan komt er spaarrook uit de kraan. Wat is het probleem, vrienden? Waar ben je mee bezig? Het probleem is dat wij zijn een beetje bezig met uitruilen. We zijn bezig met symptoombestrijding. Een boompje hier, boompje daar. CO2-rechten verhandelen. Dat soort shit. We moeten naar de kern kijken. De oorzaak van het broeikaseffect. Ik heb soms het idee dat het daar laf zijn om er naar te kijken. Want je weet allemaal hoe dat hele broeikaseffect is ontstaan. Hè? Vanaf de jaren 70 is het energieverbruik echt omhoog gerend. Exponentieel omhoog. En je weet allemaal waardoor het komt. Meer elektrische apparaten, moesten 2 tv's komen, vaatwassers, wasmachines, dubbele banen. Vrouwen gingen werken, 2 keer zoveel inkomens, dubbel aantal auto's op de weg. We konden gaan vliegen, we hadden geld, we konden spulletjes kopen. En dan zie je dat het broeikaseffect ontstaat. He, door het exponentiële energiestijging, dat het precies parallel loopt met de vrouwenemancipatie. Alleen feiten, hè? Geen waardeoordeel, feiten.
Gewoon een stukje waarheid van mijn kant. En ik denk dat we allemaal instinctief aanvoelen dat een handwasje toch echt minder energie kost dan het altijd maar weer in die wasmachine flikken. Maar het loopt toch helemaal uit haar klauwen. Weet je, ik zag laatst een vrouw die werd geïnterviewd. En toen vroegen ze aan die vrouw, heeft u persoonlijk last van de financiële crisis? En die vrouw die zet haar tas neer. Die kijkt recht in de camera. En het was een pittig ding. Het was echt een pittige vrouw. Die kijkt in de camera en die zegt, deze financiële crisis is de schuld van de mannen. Het zijn de mannen die elkaar de baantjes hebben toegeschoven. Het zijn de mannen die elkaar de bonussen geven. Het is de schuld van de mannen. Als wij vrouwen de baas waren geweest van de banken, was er nooit een crisis gekomen. Is goed, hè? Ja. Want dat denken vrouwen echt. Ik denk als vrouwen bankdirecteur waren geweest, dan was er inderdaad geen crisis gekomen. Maar als de kluizen opengingen, dan lagen er alleen maar schoenen. Dat is een beetje mijn interpretatie. Maar goed, genoeg over de vrouwenemancipatie. Hè? Nou ja, er komt een dag, dames, kom op. Er komt een dag dat het klaar is. Er komt een dag dat die hele emancipatie voor elkaar is. Er komt een dag dat jullie allemaal in je autootje op weg gaan naar je werk. En dan zit je anderhalf uur in de file. En dan kom je op je werkplek aan en dan begint de dag met een bedrijfsvergadering. Hè, zo'n vergadering dat iedereen zijn mening zegt. En dan is er aan het einde een rondvraag en dan gaat iedereen nog een keer zijn mening zeggen. Want je mening wordt nou gevraagd, dus ga ik hem lekker nu twee keer zeggen, want dan heb ik het in ieder geval gezegd. En dan begin je al een beetje hoofdpijn te krijgen. En dan heb je een half uur pauze in de bedrijfskantine. Dat betekent twee pislauwe kroketten en veel te zoute tomatensoep. En met oprispend maagzuur ga je terug naar je werkplek. En hebben ze je hele computerscherm volgeplakt met van die gele post-it papiertjes. Maar niet gewone post-it papiertjes, nee, met wonderlijm, kantoorhumor. En de rest van de middag zit je met je nagel eraf te krabben. En je wordt de hele dag gebeld door mensen die iets van je willen. Mensen waar je in het normale leven met een enorme boog omheen zou lopen. Maar het is je werk. En je bent een professional. Dus je blijft aardig. Nee hoor, ik ga het regelen. Komt voor elkaar. Nog voor het weekend. Ik ga mijn schouders eronder zetten. En langzamerhand begin je migraine te krijgen. En je zit in je auto terug op weg naar huis. Je komt voor je eigen deur kom je aan in je eigen straat. En je kan nergens parkeren. Want iedereen was net even eerder thuis dan jij. Dus die auto staat 5 straten verderop. Je loopt door de stromende regen. Loop je naar je huis toe. Dan doe je de voordeur open. En dan ruikt het naar appeltaart. Want je man heeft een appeltaartje gebakken. En hij heeft de kinderen van school gehaald. En het hele huis aan kant gemaakt en met een opgeruimde glimlach vraagt hij aan je: en schat, hoe was het vandaag op je werk? En dat is het moment dat jullie allemaal in janken zullen uitbarsten en denken: verdomme, dat mochten wij vroeger allemaal doen. Hoe hebben die mannen dat voor elkaar gekregen? En dat is de dag dat jullie de straat op zullen gaan. Opzij wordt verboden in Nederland. Siska Dresselhuis kaal geschoren over de Duitse grens wordt gezet en jullie het recht om je kinderen op te voeden zullen terugeisen omdat het biologisch en historisch jullie recht is. Die dag gaat komen. De rivier. Wij waren op die rivier aan het varen, de Essequibo, midden in Guyana. Wij moesten naar een Indianenstam toe, want we hadden nog wat fruit nodig en we kwamen rijsttekort. Dus onze gidsen gingen aan land om te onderhandelen met die Indianen en wij bleven aan de kant liggen. Wij hielden de boot vast met z'n drieën in die boot en er kwamen wat lokale Indianen naar ons toe. En wat ik al zei, ze praten daar gebrekkig Engels, maar we konden communiceren, wat gaaf is. En op een gegeven moment vraagt een van de Indianen aan ons, do you want a souvenir? Of wij een souveniertje wilden. Dus wij, ja, oké. Hij gaat weg en hij komt terug met een zelfgemaakt, handgemaakt pijl en boogje. En dat legt hij zo neer en hij kijkt ons zo aan. En wij zitten met z'n drieën naar dat ene souveniertje te kijken. En we raken nog verder in gesprek en ik vraag op een gegeven moment, ik zeg, wat doen jullie eigenlijk in de rainy season, hè? In de regentijd, wat doen jullie dan? 6 maanden per jaar regent het, 8 uur per dag. En toen keken ze heel vriendelijk en zeiden ze, we just relax. 6 maanden per jaar doen ze helemaal niets. Toen kon ik het toch niet nalaten om even te vragen waarom ze niet wat meer pijl en boogjes hadden gemaakt. Is natuurlijk heel westers, dat snap ik wel. Maar je gaat toch niet 6 maanden onder een palmboom aan je piel lopen trekken? Of laten doen, ik weet niet hoe dat daar gaat in die jungle. Of iets met kikkers. Maar je doet iets. Nee, maar zo zijn wij toch? Je doet iets. Hè? En dan maak je wat en dan wordt het weer meer. Of je verkoopt het. En het is natuurlijk materialistisch gedacht. Dat weet ik. Maar ik, het is ook zo, ik las in een blad dat wij op dit moment in het Westen, en hebben we het over Amerika en zeg maar West-Europa. Wist je dat we in onze huizen op dit moment de helft van onze ruimte gebruiken voor spulletjes en de andere helft om in te wonen? We hebben gewoon evenveel ruimte nodig voor spulletjes als om te wonen. Ik bedoel, over 5 jaar of over 10 jaar hebben we gewoon meer ruimte nodig voor dingen dan voor onszelf. Die kant gaan we op, weet je. En ik wil het niet. Ik wil niet dat ik me hecht aan spulletjes. Maar ik ben ook een kind van mijn eigen generatie. Dat was de shit, weet je. Ik merkte toen mijn vader mij belde. Ik was in Georgetown, Guyana. De hoofdstad van Guyana. Mijn vader belde mij. En dat was raar, want ik zal even uitleggen. Mijn vader is 80. Mijn moeder is 79. En als ik aan het reizen ben, dan passen ze altijd op mijn huis. Hè, dus mijn vader vindt het leuk om te doen. Hij is ook echt trots op. Vroeger stond hij echt in een uniform en een schild. Stond hij echt voor mijn huis. Maar het gaat natuurlijk nu allemaal anders. En...
Maar het punt is, ik bel hem altijd. Ik bel altijd en dan zeg ik, pa, hoe is het met mijn planten of met mijn kranten, weet je. Het gaat natuurlijk om hun, hoe het met hun gaat. Maar het is natuurlijk niet, je kan niet elke dag je vader bellen om te zeggen, ben je er nog of zo, weet je. Dus je lult daar een beetje omheen. Maar goed, het punt is, ik bel hem altijd. En hij belt mij. Dat deed hij nooit. Ik sta daar, andere kant van de wereld, Georgetown, Guyana. Je mobiel gaat af, wat toch een wondertje blijft. En er staat pa in het display. Dus ik, ja, geschrokken. Ik zeg, pa, wat is er? Wat is er? Hij zegt, Hans, niet schrikken. Er is niks ernstigs aan de hand. Maar we kunnen je huis niet meer in, want je vloer staat bol. Nou, dan is er toch wat aan de hand, hè? Ja, kijk, ik had een houten vloer en een rijtel. Wateroverlasten. Er was een enorme regenbui geweest en de Amsterdamse riolering had besloten om mijn huis als uiterwaarde te gebruiken. Ah man, ik weet niet of je wel eens een rioleroverstroming hebt gehad. Dat is voorbehouden aan mensen die beneden wonen. Maar als je dus terugkomt, een paar dagen later kwam ik terug, dan zie je een randje hoe hoog het heeft gestaan. En overal van die opgedroogde witte fluffeltjes. Dat is dan toiletpapier, maar niet van jou. Weet je wel? En daartussen zitten dan allemaal bruine fluffeltjes. En dan hoop je dat dat karton is van de rolletjes. En het bleek ik verzekerd bij Reaalverzekering. Die is van die reclame van Reaal Realist in Verzekeringen. Weet je, dan hebben ze zo van die reclameborden van 0,03% kans als je achteruit rijdt dat je dan een paaltje raakt. Weet je, zoiets. Weet je, nou, ik weet nu, als je Reaalverzekeringen belt, heb je ongeveer 99% kans dat je een eiko aan de telefoon krijgt. Ja, ja, in mijn geval 100% kans. Maar het is in één keer raakt. Bingo. Ene Jozef, hè? Dus ik bel hem op. Ik zeg, nou, mijn vloer staat bol. Hij zei, ja, nee, mijn vloer, dat is geen inboedel, dat is opstal, zegt hij. Dat is opstal. Oké, ik bel mijn andere verzekering. Die was van de opstal. Ik bel opstal en die man zegt, nee, natuurlijk is het inboedel. Dat weet iedereen. Alles wat je in je huis brengt is inboedel, dat weet toch iedereen? Het ezelbruggetje, in je huis inboedel, hè? Behalve je wijf, want die kan weer weglopen. In je huis inboedel. Freak. Dus ik bel Jozef weer op. Ik zeg, Jozef, het is geen wijf, het is een vloer. Dus hij zegt, ja, zegt hij, maar is die vloer dan niet nagelvast? Ik zeg, nagel vast, hij staat bol. Het is een beetje het probleem. Maar waar het mij om gaat, is dat soort mensen. Hè? Dit soort mensen. Die de hele dag krijgen ze telefoontjes. Dat is hun werk. Wat die man doet als werk, is proberen ergens onderuit te komen. Om te draaien. Een volwassen man die probeert dat je naar een andere verzekering gaat. Of het man laat zitten. Weet je, ik wil die mensen niet in Nederland. Ik wil nare mensen oprotten uit Nederland. Er moet een politieke partij komen. En dan kan me niet schelen wat voor harenkleur de leider heeft. Die gewoon als enige punt heeft nare mensen opgesodemieterd mijn landje uit, man. Ik had laatst ook zo'n dingetje. Ik moest mijn ouders ophalen op Schiphol. Ze waren met een chartervlucht waren ze naar Madeira geweest. En ze waren toen 79. Dus ja, dan breng je ze weg, haal je ze op natuurlijk. En ze waren en die chartervluchten die komen altijd laat aan. Zo 00:30 s'nachts pas op Schiphol komen ze aan. Dus ik ging ze ophalen. Ik kom aan in de hal, Schiphol Plaza, weet je wel. Dat is die grote hal zo, die gaat naar alle gates toe. En toen werd er omgeroepen om 12:00 s'nachts. En dat doen ze trouwens nog steeds. Dat Schiphol Plaza, dat is de toegang tot alle gates. Hè? Dat Schiphol Plaza, in verband met de veiligheid, elke nacht van 12:00 s'nachts tot 4:00 ochtends wordt afgesloten. Voor iedereen. Behalve voor mensen die aankomen met het vliegtuig, mensen die mensen komen ophalen en het personeel. Dat is iedereen! Er zijn geen mensen die om 3:00 s'nachts. Nee, klop gewoon maar wat rond, Jok, vond het wel leuk. Nee! En als ze je aanhouden, dan kan je zeggen: ja, nee, ik kom even iemand ophalen. Oké, loop maar door. Er is geen enkele controle op mogelijk, want iedereen mag iedereen ophalen. Klaar! Ja, en we worden beveiligd door Mongolen, door een definitieve onderklasse. Alles wat van het VMBO getrapt wordt, omdat ze te stom zijn om een lesrooster te begrijpen, krijgt een pak 2 maten te groot, een metalen veetje en ga maar lekker op Schiphol rondlopen, joh. Doe maar, hier heb je een bak met pasjes. Kijk maar waar je in kan en weer uit kan. Doe maar, leuk, ga maar lekker spelen. Ach man, heb je ooit een normaal gesprek met een beveiligingsbeambte gehad? En ik vind het fijn dat ze werk hebben, hartstikke fijn dat ze geen uitkering nemen, maar ik heb last van die mensen, ik heb er last van, ja. Het gros heeft een IQ de helft van dat van mij en het gaat aan mij corrigeren. Ik trek dat bijzonder slecht, kan ik je vertellen, hoor. Ach man, ik had laatst een dingetje, ik ga het je vertellen ook. Dan kan je het zelf beoordelen. Ja, eigen oordeel eerst, zeg ik altijd. Hier, ik was laatst op weg naar een optreden. En toen bedacht ik me opeens dat ik mijn tandenborstel was vergeten en mijn tandpasta. Maar dan moet je weten, ik poets altijd voor een optreden mijn tanden. Mocht er iets van mondwater jullie waarden ook bereiken, het is van uitmuntende kwaliteit. Hypoallergenen, getest op kleine huisdieren. En ik denk, ik hoop het wel even. En ik kwam langs een kruidvat. En mensen die mij een beetje kennen weten, ik haat ketens. Ketens zijn voor mij de vertrutting, vergrijzing, vernulling, verniksing van Nederland. Clusterbommen erop en die mensen met knuppels eruit. Ja. Maar goed, je hebt alles over voor je geliefde publiek. Dus ik ga het kruidvat in en ik koop daar een tandenborstel. En tubetje tandpasta, €1,99. Viel me niet tegen. Ik kom bij de kassa, ik leg het neer, ik ga op zoek naar een 2 euro muntstuk, hè, zodat ik het pand zo snel mogelijk kon verlaten. Hoor ik dat meisje achter me vragen, meneer, zal ik het in een zakje doen?
Ik zeg, nou nee hoor, dat hoeft niet. Oh, zegt ze, ja, het zit er nou wel in. Dan haal je het eruit, doos. Dan doe je iets, val je misschien af. En, ach, niks. Oh, als je erbij was geweest, had je high five gedaan. Dat houd ik erop, hè. Het is crisis, ik wil het zien aan de gezichtjes. Nou, in ieder geval, ik leg daar 2 euromuntstuk neer. Zij geeft mij dat zakje. En ik weet niet of je die zakjes kent van het kruidvat. Maar het is niet zo dat er heel smaakvol in de linkerbovenhoek kruidvat staat in een mooi lettertype. Nee, daar staat 50 keer dat logo op. Kruidvat, weet je. Een stuk voor die mensen, dat ze weten waar ze werken. Maar... Nee, maar ik voelde me vies. Ik voelde me aangerand, weet je. Ik was het liefst 3 uur onder de douche gaan staan en daarna naar een praatgroepje. Dat gevoel had ik een beetje. En ik denk, het moet weg. Dus ik probeer het zo weg te stoppen in mijn rugzak en het ging niet. Ik denk, wegwezen. Dus ik wil weglopen en daar gebeurt het. Bij de uitgang staat een dame van het kruidvat, vergezeld door een beveiligingsbeambte in opleiding. He, dus het kan nog lager. En ik loop naar buiten en hij zegt, hey, mag ik even in je zakkie kijken? Dus ik zeg, nou, alsjeblieft. Hij kijkt erin, hij zegt, alles in orde. Ik zeg, dat dacht ik wel. En zegt hij, nou, mag ik dan ook even in je rugzak kijken? En toen dacht ik, ja, als ik nu gewoon ja zeg, dan leer jij niks. Hè? Dus ik zeg, nou, nee. En toen kreeg hij een soort mini-tia, zo. Ik dacht eerst dat hij op zoek ging naar het magnetische noorden, weet je. Maar hij was natuurlijk in zijn handboek aan het bladeren, wat hij doen moest. Hè? Op een gegeven moment was hij bij de goede bladzijde. Dit is de zin die ik toen aan voor mijn kiezen kreeg. Toen zei hij, dan moeten we de politie bellen. En het duurde 30 volle seconden voordat hij door had dat ik niet ging bellen. Nou goed, hij belt de politie. Ik sta naast hem. Hij zegt niks, ik zeg niks. En we staan elkaar een beetje zwijgend aan te kijken. En het begon toch een beetje een rare homoerotische situatie te worden. Waar ik helemaal geen trek in had. Want ik val niet op uniform en veel te veel knopen. Het moet een beetje snel gaan, hoeft het mij niet meer. He, dus ik denk, ik moet die situatie doorbreken. Nou, en wat ik dan leuk vind, is vragen stellen. Dat vind ik altijd leuk. Beetje vragen stellen, weet je, beetje poeren, beetje knurften, beetje... Dus ik stel hem gewoon wat vragen over dromen, toekomstmogelijkheden, opleidingsniveau, zelfmoord en... Hij zei niks. Hij zei helemaal niks. Dus eigenlijk was ik de hele tijd aan het woord en hij zei niks. Dat vind ik niet erg. Maar daar wil ik er geld voor hebben. Dus ik denk, nou ja, laat maar zitten dan. Dus ik kijk hem aan en ik zeg, Jozef, heel veel plezier straks met tanden poetsen en ik loop gewoon weg. En hij blijft er staan met mijn zakje en nou ben ik zo benieuwd wat hij daarvan geleerd heeft. Maar ja, op een bepaald moment komt natuurlijk de politie en dan staat hij toch met iemand anders zijn spullen in zijn klauwen. Nou, dan ben je in die vorm waar ik vandaan kom. Oh man, ik had laatst ook zo'n dingetje. Moest ik mijn DigiID aanvragen. DigiD heet dat, geloof ik. Kijk, ik had hem nodig voor mijn donorcodeciel aan te vragen. Sowieso wil ik jullie vragen, denk erover na. Denk niet, laat me zitten een keer. Denk er serieus over na. En ik had het aangevraagd al een tijdje geleden. Maar ik wist niet meer precies wat ik van mezelf aan wie had weggegeven. Dat was ik een beetje vergeten. Dus toen belde ik, ik belde ze op. Ik zeg, wat staat er in mijn donorcodeciel? Toen zei ze, ja, dat is geheim. Ik zeg, ja, maar het is toch mijn geheim? Ja, meneer, u mag niet eens in uw eigen geheim kijken. Zo geheim is het, weet je. Dat je denkt, ja. En het punt is, mijn zusje had net de rijbewijs gehaald en we gingen een stukje rijden. Ik denk, ik wil wel dat het er goed in staat. Dus ik wacht, dit gebeurde mij. Je gaat naar de site toe, nou, op mijn computerscherm, en dan moet je van alles invullen. Want het moet veilig zijn, dus dan moeten ze heel veel van je weten, want dan kunnen ze je een code geven. Hè? Dus je moet je naam geven, en je adres, en je postcode, en je schoenmaat, en je telefoonnummer, en je thuistelefoonnummer, en je faxnummer. En dan moet je je e-mailadres moet je dan invullen. Oh ja, is ook zo'n ding. Moet je je e-mailadres invullen, en dan daaronder nog een keer hetzelfde e-mailadres. Jongens, wat voor test is dat? Is dat om te kijken of je dyslectisch bent of zo? Of krijg je het er niet? Dat is toch gewoon copy-paste? Ik ben toch niet achterlijk, dat is gewoon copy-paste. Nou, vraag dat dan. Zeg dan, wat is je e-mailadres? Volgende vraag, snap je copy-paste? Ja. En daarna moest ik mijn dinges invullen, mijn burger-dingesnummer. Servicenummer, ja. Je burger-servicenummer. Dit speelt zich ongeveer 3/4 jaar geleden af. En ik zal je eerlijk bekennen, ik wist niet wat het was. Ik was nog niet eerder mee in aanraking geweest. Maar ik heb het even gegoogeld. En je burger-servicenummer, dat is natuurlijk gewoon je... Het is gewoon je SOFI-nummer. Nee, maar het is gewoon... Nee, jongens. Het is gewoon je SOFI-nummer. Waarom vragen ze dat dan niet? Waarom hebben ze die naam veranderd? Waar zijn we in terechtgekomen met z'n allen? Er moeten toch ambtenaren zijn die gezegd hebben... Ja, we hebben nu echt niks meer te doen. Wat zullen we doen? Ja, ik weet het niet. Zeg maar. Zullen we het woord SOFI-nummer gaan veranderen? Ja. Daar heb ik zin in. Dat vind ik leuk. Dat moet er toch gebeurd zijn? En dan gaan ze van onze centen. Gaan ze lekker een beetje brainstormen op de hei? Hè? Beetje brainstormen, beetje balletjes opgooien, een beetje out of the box denken. En toen zei er eentje die zei: burgernummer.
We noemen het burgernummer. En toen zei die andere, ja, dat is lekker, dat is simpel. Vanaf nu heet het burgernummer. En toen zei ik, ja, nee, maar dan denken de burgers dat ze een nummer zijn. Zei die andere, ja, maar dat zijn ze toch ook voor ons? Ja, maar dat moeten ze niet denken. Oh ja, high five. En toen zei er één, service. We zetten er gewoon het woordje service bij. Want als je ergens het woordje service bij zet, dan stoppen mensen met nadenken. Dan hebben we allemaal het gevoel, dat is een extraatje. Lekker. Worden we lekker gemasseerd. En het is allemaal goed. Service. Self-service. Self-service. Oh, self-service. Jij moet het doen. Jij moet het blad pakken. Jij moet er allemaal spullen op zetten. Zet je er een patatje op. Moet je een kwartier wachten tot die trol achter de kassa klaar is met diegene voor je. Ondertussen die patat ijskoud. En dat is dan self-service. Weet je wat service betekent? In elk woordenboek. In elk woordenboek staat bij service dat iemand anders een extraatje voor jou doet. Dat is service. Iemand anders doet een extraatje voor jou. Je kan niet je eigen extraatje doen. Dat kan hij. Helemaal niet. Self-service bestaat niet. Het kan niet. Weet je nog? Weet je nog? Een jaar of 6 geleden. Toen kregen we allemaal een brief van de banken. Dit ga je herinneren. Let op. Je kreeg allemaal een brief van de banken. Van de Rabobank, de Postbank, de ING, de Fortis. Noem ze maar op. En dan kreeg je een brief. En die begon met de aanhef om de service aan de klanten te verbeteren. En daarna stond er in die brief dat ze alle kleine kantoortjes in de omgeving gingen sluiten. Weet je dat nog? He? Alle kleine kantoortjes bij de sigarenhandelaren. Waar je eventjes naartoe kon. Als je een paar envelopjes nodig had of een probleem had met een afschrijving. Die gingen ze sluiten. Om de service aan ons te verbeteren. Je moet nu een half uur fietsen naar een of ander megalomaan kantoor. En dan moet je een nummertje trekken. En dan is een of ander plaza, waar je dan rondwaant totdat je aan de beurt mag zijn. En dan staan ze daar op die verhogertje staan ze naar je te kijken. En als je iets wil geregeld wil krijgen, dan moet je een afspraak maken. He? Niks kan eventjes meteen. En dat is dan om de service aan ons te verbeteren. Wist je dat de ING 2008 9 miljard winst heeft gemaakt door de service aan de klanten te verbeteren? Ik weet niet of hier mensen zijn die bij een bank werken. Ik hoop het wel. Ik wil even iets tegen jullie zeggen. Ik heb de laatste tijd veel met banken te maken gehad. En wat mij is opgevallen is dat jullie niets geleerd. Jullie, mensen bij de banken, jullie zijn nog net zo arrogant als dat jullie waren voor de crisis. Jullie hebben niks geleerd. En de bonussen gaan weer omhoog. En jullie zijn nog steeds bezig met allemaal constructietjes te bedenken. Met rekeningetjes en rentetjes. En dat gaat weer anders. En dan moet je weer naar een andere rekening toe. En polisjes en hypotheekjes op 50.000 verschillende manieren. Dat er overal maakt. En dat we het gewoon niet meer snappen. En jullie gaan er met de winst vandoor. Jullie zijn nog precies zo bezig. Jullie zijn net zo arrogant. Ja, en jullie gaan nog steeds naar je werk in die mooie pakjes van jullie. En die gekamde haartjes en die aktetasjes en die leasebakken. Naar die megalomane kantoor. Het moet afgelopen zijn. Ik vind iedereen die bij een bank werkt vanaf morgen, wat mij betreft, in een overal naar je werk toe. En je neemt je eigen brood mee in een trommeltje. Ja? En je gaat naar je werk in een Nissan Micra. En iedereen die bij een bank werkt krijgt een stempel in zijn nek van Mickey Mouse. En als wij ergens uit eten gaan, maar er zijn geen plekjes meer vrij omdat alle tafels bezet zijn, maar er zit iemand met een stempel van Mickey Mouse in zijn nek, dan mogen wij zeggen, opgesodemieterd, nu zijn wij eens een keertje aan de beurt, ja? Fuck is, maar ik was zo blij met Dirk Scheringa. Weet je waarom? Omdat het tuig, het bankentuig, heeft eindelijk een gezicht gekregen. Eindelijk zagen we hoe dat er dan uitziet, hè? Meneer Dirk Scheringa. En die heeft polissen afgesloten met 80% provisie, 15 jaar lang. Honderdduizenden mensen. En dat ging tussen de 4 en de 8.000 euro per persoon. Het is gewoon jatten. Het is moreel gewoon jatten. En dat mag dan bij Paul en Witteman gaan uitleggen. En hij mag het nog doen ook. Als een Marokkaan niet jat, dan willen we hem allemaal het land uitzetten. En dan moet hij gevierendeeld worden. Maar als je met de Dirk Schering gaat en je doet het bij 100.000 man, dan mag je het gaan uitleggen. En dan zegt de helft van Nederland ook nog, oh, wat een aardige man is het eigenlijk. Natuurlijk is het een aardige man. Oplichters zijn altijd aardige mensen. Want als je een lul bent, is het erg lastig om mensen op te lichten. Hè? Ah man, en zeggen mensen, ja, maar hij heeft toch zijn excuses aangeboden. Hij heeft helemaal niet zijn excuses aangeboden. Weet je wat Scheringa heeft gedaan? Scheringa heeft gezegd dat hij spijt had van het feit dat mensen in financiële problemen zijn gekomen. Daar heeft hij spijt van. Hij heeft er spijt van dat ze zijn oplichting niet konden betalen. Daar heeft hij spijt van. Hij heeft nooit gezegd, ik had er 15 jaar geleden nooit aan moeten beginnen. Dat heeft hij niet gezegd. Ik wil dat Dirk Scheringa eerste kerstdag op alle 3 decembers tegelijk zijn excuses aanbiedt. Ik wil dat hij als jankend als een klein kind op de tv verschijnt en dat hij met een bijbel tegen zijn hoofd beukt totdat het bloed uit zijn oren komt. Dat hij met een mes sorry en hebzucht in zijn armen kerft. Ik wil dat hij een nat kruis heeft. Ik wil dat de stront van de schaamte langs zijn benen naar beneden loopt. Ik wil dat hij op zijn knieën gaat tot we zijn meniscus horen kraken. Dat hij in een foetushouding op de grond ligt en dat er dan iemand met een houten pen de studio in komt en die ramt hij in zijn borstkas op de plek waar normale mensen een hart hebben zitten. Dat wil ik graag zien. Dan ben ik tevreden. Ik weet wat jullie denken. Ik weet nu wat jullie denken. Gewoon leuk, hij maakt zich kwaad, grappig zeg. Ik meen dit. Mensen van banken, ik meen dit echt. Jullie zijn echt erg. En jullie zijn nog steeds echt erg.
Dit is geen grapje. Dit is niet grappig bedoeld. DSB moet een scheldwoord worden. Als je ooit Gerrit Salm tegenkomt, dat je tegen hem kan zeggen, vuile DSB'er. Is niet leuk voor zijn kinderen, maar papa is fout geweest na de oorlog. Weet je wat het is? Die mensen kunnen er niks aan doen. Mensen die bij banken werken en die ook in de zaal zitten, die denken, het is niet zo, wij zijn anders. Nee, dat komt omdat jij in het groepje zit. Als jij in een groepje zit, kan je je eigen normen niet beoordelen. Dat kan gewoon niet. Mensen die bij DSB gewerkt hebben, die denken echt dat ze voor de klanten bezig zijn. Hun salaris is 15 jaar betaald door andere mensen op te lichten. Dat kan nooit lekker voelen, maar ze zitten in het groepje. Dus ze zeggen tegen elkaar, we hebben een topbaas en wat zijn we toch goed bezig. Wij moeten het doen, wij, de buitenstaanders. Wij moeten ze helpen herinneren aan wat goed is en wat niet goed is. Je kan bijvoorbeeld, als je een overschrijving doet bij de bank, hè, via internet of op een formulier, dan kan je bij mededelingen, net als op een pakje sigaretten, zet je bijvoorbeeld mensen met een bonus leven korter. Weet je, om ze te helpen herinneren aan, hè, of van provisie krijg je graaikanker, zoiets. Oh. Burgerservice nummer, daar waren we gebleven. Nou, dus ik heb mijn SOFI-nummer ingevuld. Dat was goed. En toen drukte ik op submit. Het scherm gaat weg, het scherm komt weer terug. Alle vakjes waar ik wat heb ingevuld zijn blanco. En er komt een rode regel boven. Er is een fout opgetreden. Ja, dat zie ik ook, ja. Maar wat dan? Wat is de fout dan? Wat is de fout? Dat zegt hij niet, hè? Wat is dat dan? Wat is dat? Je ziet je eigen spuug langs je scherm naar beneden draaien. Wat is dat dan? En het liefst wil je dwars door het scherm heen. Godverdomme. Dat kan niet. Het is je eigen laptop. €600. Weet je, ze moeten op computers, dan moeten ze twee balletjes maken. En als het zo fout gaat, dat je dan keihard in zo'n balletje knijpt en dat je dan uit het apparaat hoort, auw, auw. En gemeente, alsof het moederbord uitscheurt. En als je in het andere balletje knijpt, dat je dan hoort, genade, genade. En als je in alle twee de balletjes tegelijk keihard knijpt, dat er dan vloeistof uitloopt. En toen stond er ook nog onder dat er een helpdesk was. Dat hebben ze ook overal, een helpdesk. He, dus op al die sites die crashen, hebben ze een helpdesk. Want dat doen ze, want dan hoeven ze het niet te repareren. Want dat is veel duurder. Dan hebben ze een of andere telefoonlijn. En aan de andere kant zitten twee watermeloenen met een bril op. He? En dan bel je op en dan zeg je, ja, het gaat fout. Zeggen ze, ja, dat is de eerste keer dat we het horen. Nou, gaat u maar 15 uur naar een bandje luisteren. Gaan wij het uitzoeken. Weet je wel? Maak het in orde. Maar dat is te duur voor ze. Is het je wel eens opgevallen dat je bij porno-sites, dat je dan nooit een helpdesk hebt? Nee, want die werken altijd, hè? Als jij s'nachts om 2:30 twee tieten wil met een komkommertje ertussen, dan krijg jij twee tieten met een komkommertje ertussen. En als jij om 2:55 denkt, nee, ik voel me vandaag meer ananas, dan gaan ze naar een nachtwinkel, halen ze een fruitman en leggen ze een ananasje voor je tussen, ja? Als die pornobaas het voor het zeggen hadden gehad, jongens, dan was de Noord-Zuidlijn allang af geweest. Zonder schade, zonder schade. Dus ik ben gaan bellen, ik krijg die vent aan de telefoon, ik zeg, luister. Nee, de rivier. Wij waren op die rivier en, een van mijn vrienden kocht dat pijlenboogje, dat souvenirtje, weet je wel, dat kocht hij. Voor $10, ongetwijfeld een lokaal godsvermogen. En we voeren door. En hij deed het aan de buitenkant van zijn rugzak, dat het niet beschadigde. En toen gebeurde iets raars. Ik zat naar dat boogje te kijken. Wat toch een beetje raar is. Ik bedoel, je bent in het Amazone regenwoud, hoe vaak ben je daar? Er vliegen ara's over. Je hebt daar brulapen, dat is waanzinnig. Er zijn hele troepen apen, 100 of zo. Ergens in de jungle en die hoor je opeens allemaal tegelijk beginnen ze met brullen. Hoe! En opeens na 15 minuten stoppen ze ook allemaal tegelijk. Het is waanzinnig. Alsof er een trein, bam, door de jungle raakt. Er was een tapir en die zwom de rivier over, voor ons. Ja, en ze kunnen niet zwemmen, dus die verdronk voor ons over. Dat zie je niet in artes. En ik zit naar dat boogje te kijken. En dat was gewoon raar. Ik was geïrriteerd. Ik wilde dat boogje niet. Ik heb genoeg spullen in huis. Ik heb genoeg shit. Ik wil er een foto van maken, is voor mij voldoende. Maar gewoon dat ik niks te kiezen had, weet je. Het feit dat ik niet nee had kunnen zeggen, omdat er maar één boogje was, dat zat me gewoon dwars. Ik reis best wel veel de laatste tijden. En het is toch zo, elke keer als ik weer terugkom in Nederland, dan besef ik weer hoeveel wij mogen in Nederland. Nederland is relatief vergeleken met andere landen echt, we mogen nogal veel in Nederland. He, en er zijn ook nog dingen die we niet mogen, maar die gedogen we. Dus bij elkaar mogen we echt heel erg veel. En dat geeft ons een enorm gevoel van vrijheid. Maar daar hoort bij dat we iets te kiezen hebben. Als jij niks te kiezen hebt, dan voel je je niet vrij. Weet je, als iemand tegen je zegt, je moet die kleren aan, of je moet naar dat tv-programma kijken, of je moet met die persoon trouwen, dan ben je niet vrij. Kijk, en geen keuzes hebben, he, dat is niet goed. Maar je kan ook te veel keuzes hebben. En ik denk dat we daar in Nederland ruimschoots zijn aanbeland. Wij hebben, om ons gevoel van vrijheid te bevredigen, hebben we inmiddels keuzevrijheid, keuzes tot een soort religie verheven. We hebben
Het is ook een keer te veel. We hebben op een gegeven moment te veel keuze. Onze verwachtingen worden omhoog geramd en iedereen werkt eraan mee. Als jij sinaasappelsap koopt, dan is dat toch altijd gemaakt van de allerbeste sinaasappelen. De allerbeste sinaasappelen. Er staat nooit op, nou, we hebben de man wat ingedaan, veel succes. Snap je? En als je iets koopt, is toch altijd hardste staal. De nieuwste technologie, speciaal voor u geselecteerde kruiden. Eerste koude persing, ik heb hem. De eerste koude persing, olijfolie. Eerste koude persing. Moet je eens naar een speciaalzak gaan. Vraag voor de lol is de tweede koude persing. Of de derde koude persing, of de pislauwe persing, of de hete persing. Het kan helemaal niet. Er is maar één persing. Alle olijven gaan in een grote bak en dan hoor je klonkerboemski. En dan heb je olijfolie. Maar wij worden gek gemaakt. Onze verwachtingen worden vol continu omhoog geramd. Tot in het debiele. We hebben veel te veel te kiezen. Zo tussen je, grofweg gezegd, tussen je 15e en je 25e. Dat is een geweldige tijd. Je loopt tegen muren op, er gaan dingen fout. Maar je gaat ook ontdekken, wat wil ik? Wil ik mannen, wil ik vrouwen? Wil ik groen, wil ik blauw? Wil ik fietsen, wil ik studeren? Wil ik muziek, wil ik paarden? Whatever. Je bent gewoon aan het onderzoeken, wat is dat hoofdje? Wat wil ik? Mooie tijd. En dan heb je zo'n periode, 25, 35, dan ga je dingen doen. En dat is ook voor het eerst. Is ook gaaf. Je gaat dingen doen. Je koopt dat huis, je gaat die relatie aan, studeren, die reizen maken. Je gaat allemaal dingen doen. Is ook gave tijd. En dan zo'n beetje rond je 35e begint het. 35, 45. Dan begint het allemaal moeten te worden. Want ja, je hebt dat mooie huis bijvoorbeeld. Maar dat betekent wel dat je 8 uur per dag moet werken. Anders kan je de hypotheek niet betalen. Of in geval van de DSB 16 uur per dag moet werken. Anders kan je de hypotheek niet betalen. Maar die 8 uur per dag, ja, die zijn vast. Bam. Want als je dat doet, ben je ook nog eens een keer je droomhuis kwijt. Dus dat staat vast. He, je hebt waarschijnlijk hartstikke gave vrienden. Is allemaal gelukt. Je zit op voetballen en je hebt elke zaterdag een wedstrijdje. Elke donderdagavond trainen. Geweldige avond in de week. Maar wel weer vast. Het zijn wel vaste momenten. Bam. En voordat je het week zit je hele week vast met allemaal afspraken die je nou helemaal hebt. Leuke dingen. Je wilde het ook. Maar het zit wel vast. Het is moeten geworden. En voordat je het weet, staat je maand vast, je jaar staat vast. En dan is er geen ruimte meer om opnieuw te bedenken, wat wil ik nou eigenlijk? Want ja, het kan hierboven veranderen. Je kan nieuwe dingen hebben ontdekt bij jezelf. Omstandigheden veranderen. Wat wil ik nou eigenlijk? En daar nemen we de tijd niet voor. En moet je voorstellen dat je eens een keer, ja, opeens, dat je een week vrij zou zijn. Een week, de week erbij zou krijgen, als het ware. Kijk, niet vrij, want als je een week vrij bent, dan zit je de hele tijd te denken aan, oh, wat had ik eigenlijk moeten doen in die week? Maar ik bedoel, een week extra. Dus een 53ste week. He, jullie krijgen een 53ste week. Dus alleen jullie hier vanavond, dit zaaltje, mensen buiten niet. Alleen jullie krijgen een hele week extra. Een 53ste week. Ik kan dingen regelen. Dit betekent als je straks naar huis gaat, je komt een week later thuis. En niemand stelt één vraag. Want voor hun is het gewoon dezelfde avond. En je kan doen wat je wil. En mijn vraag is om er even over na te denken. Voor jezelf. Wat zou ik doen? Wat wil ik eigenlijk? En wij gaan zo direct het licht wat dimmen. Ik ga even een appelsapje drinken wat er al klaar staat. En mijn vraag is om er even voor jezelf over na te denken. Niet met elkaar gaan praten, want dan ben je met elkaar bezig. De bedoeling is dat je zelf even over nadenkt. Hele week. Je hebt een hele week extra. Wat wil je? Ik zit hier wat te wachten, tot iemand mij wat geeft. Het gaat niet om het geld, niemand die dat krantje leest. Er zijn wat vaste klanten, daar kijk ik naar uit. En wat de anderen van me denken, het interesseert me geen fluit. Hoe ik hier terecht kwam, ik had een man en een vrouw. En mijn lieve hondje standaard nooit kwispelen wou. Er gebeurde niks bijzonders. Op een dag zat ik hier, vrij van alle zorgen, met een half blikje bier. Ze kijken op me neer, want ik doe dus geen reet. Ik leef mijn eigen leven
En dat is wat ik nu weet. Als je niet met mij wil ruilen, laat mij mijn gang dan gaan. En als je jaloers bent, hey, kom lekker naast me staan. Soms is het moeilijk, dan mis ik mijn vrouw. En mijn lieve hondje Stan, dat nooit kwispelen wou. Maar de vrijheid is verslavend, niemand zegt wat ik moet doen. Ik denk niet dat ik terug kan, al kreeg ik een miljoen. Volg je hart? Nou, dat heb ik gedaan. En iedereen die dat zei, ziet me nu niet meer staan. Ik doe wat ik wil, zij wat ze moeten doen. En vanavond slaap ik buiten, het is zomerseizoen. Ik was in een trein op zoek naar een werkcoupé. Gewoon, ik wil even rustig een boekje lezen. En het was nog een drukke trein. En het allemaal van die coupés met van die schuifdeuren, weet je wel. En het was er één coupé, er zat maar één iemand in. Een oudere dame, midden 70 of zo. En ik denk, nou, ga ik naast zitten. Dus ik doe die coupé, schuif ik open. En er kwam echt zo'n muur van parfum kwam er op me af. En, maar op dat moment keek ze mij aan. Dus ik kon moeilijk zo die deur in de gezicht dichtgooien, weet je. Het is ook moeilijk om dat van te zeggen. Het is... Ik weet niet, het is toch een soort privé dingetje. Misschien is vanavond gebeurd dat er iemand naast je is gaan zitten. Of in de foyer dat je die tegenkomt. Dat je echt denkt, wow, weet je, die heb veel op. En natuurlijk, het went, net als rioollucht. Maar het is niet... Het is moeilijk om dat van te zeggen. Ten eerste is het nogal privé. En ten tweede kan zo iemand er op dat moment ook niet zoveel mee aan doen, toch? Weet je, je hebt ook wel van die mensen die dan van die witte hoekjes in hun monden krijgen. Dan ben je met ze aan het praten en dan, en dan zie je zo langzamerhand zo van die witte... En dan kan je niks meer van zeggen. Want je kan moeilijk zeggen, ja, ik zit al de hele tijd naar die witte dingetjes te kijken. Dat kan je niet maken. Dus wat je dan doet, dan ga je bij jezelf doen. In de hoop dat de ander gaat spiegelen en ook gaat doen, onbewust. En dan heb je opgelost. Of van die mensen die zo in hun neus zo'n snotje hebben, wat dan bij het ademen zo op en neer gaat. Weet je? Ik noem dat altijd levende snotjes, dat je ze niet bam, dood wil slaan. Maar oh nee, maar ik ben bij die dame, ik ben naar binnen gegaan. Want ik wilde er toch gaan zitten en ik kon niet anders meer. Maar ik heb het gezegd. Ik zeg, sorry mevrouw, weet u dat u nogal veel parfum op hebt? En toen zei ze, oh sorry meneer. Ik zeg, nee, daar gaat het niet om. En we hebben het raam even opengezet. En het was een hartstikke aardig mens. Ik heb daar de hele weg met haar zitten praten. Ze was 73 en ze vertelde dat ze al 35 jaar was ze getrouwd. En ze had met haar man afgesproken dat ze elkaar geen cadeautjes meer zouden geven. Want nee, weet je, dan zoveel tijd, jongens, wat moet je elkaar nog geven, weet je wel. Dus ze hadden afgesproken, dat zouden we niet meer doen. Maar toen was een jarig in juni. En toen had hij er toch als cadeautje haar favoriete parfum gegeven. En dat vond ze heel erg lief. Maar ze had in de oude flesje nog een derde zitten. Dus toen dacht ze, dan moet ik voor volgend jaar juni... moet ik dan het allemaal opmaken, want dan kan hij weer dat cadeautje weer geven. Dus ze was wat vaker parfum gaan gebruiken en wat meer. En toen was het kerst. En toen zei hij, schat, ik merk dat je die parfum zo lekker vindt. Want je gebruikt hem steeds vaker en steeds meer. En toen had hij er een dubbel grote flacon van die parfum gegeven. En uiteindelijk stond ze met een soort fietspomp, stond ze er elke dag op te sproeien. Er was een artikel in de Volkskrant en de kop luidde: iemand moet het volk de waarheid vertellen. Vond ik zo'n goede kop. He? Iemand moet het volk de waarheid vertellen. Toen dacht ik, ja, dat ben ik. En het artikel ging over de waan van de dag. Weet je? Ik ben bijvoorbeeld laatst een keer 6 weken op reis geweest. Had ik een krant laten doorlopen. En toen kwam ik thuis, had ik echt zo'n stapel kranten. En toen vroeg ik aan mijn ouders, wat is er gebeurd? Nou, niks. Toen dacht ik, nou, dat is een hoop papier voor niks. Snap je? En we hebben het over zulke kleine dingen, terwijl de dingen... waar we het dan echt over zouden moeten hebben, de bus, de onderlaag, op een manier hebben we het daar dan nooit over. We vinden denk ik allemaal wel dat er in Nederland te veel regeltjes zijn. Hè? Dan komt het rookverbod erbij, het veel te veel regeltjes. Maar we hebben het er nooit over waarom dat dan is. Waarom zijn er zoveel regeltjes? En volgens mij is dat omdat we bange poepers zijn geworden met z'n allen. Wij zijn zo bang, man. We denken de hele tijd maar, dan maken we regeltjes, want dan is het veilig. En als het dan fout gaat, dan kunnen we in ieder geval zeggen, je hebt je niet aan de regeltjes gehouden. Hè? Want er zal eens wat fout gaan in Nederland. Je wordt er gek van. Nou, Guusje ten Horst, die heeft nu een regel, ik weet niet of je ervan gehoord hebt, dat als je op straat meer dan 0,5 promil hebt, dat je dan strafbaar bent. Terwijl je gewoon op straat loopt. En dat je denkt, hoe gaan we dit doen, weet je? Dus als je in een kroeg drinkt, mag je eigenlijk de kroeg niet meer uit, want daar is straat.
Nee, maar het is toch belachelijk? Dan moet je dus een taxi zuigend tegen de muur zitten om te... Ja, maar ze bedenkt het wel. En gewoon uit angst, hè? Het is gewoon uit angst, want de reden is dat ze bang zijn dat jongeren op straat, dat er relletjes komen. Of dat jongeren in een uitgaansgebied te veel drinken en dat er dan wat gebeurt op straat. En dan wil ze ze al aanhouden voordat er wat gebeurd is. Wat een belachelijke reden is. Dan gaan we ze aanhouden, dat kan nou eenmaal niet in Nederland. Hè? En dan, nou, dan gaan ze laten blazen. Wat denk jij? Als er een groep jongens loopt, laten we zeggen dat er 6 jongens lopen en die hebben te veel op. En als je gaat er als agent naartoe en je zegt blaas even, nou je hebt te veel geblazen. Ja, of te veel geblazen, je kan nooit te veel blazen. Maar je hebt te veel alcohol op, weet je wel, je krijgt een boete. Dan wordt het toch een vechtpartij. Die jongens gaan toch niet zeggen dan... Oh, heb ik... Oh, nou, dan gaan we terug de kroeg weer in. Ik wist niet dat het... Nee, sorry hoor, meneer agent. Dat wordt vechten. Het is zo dom is het, weet je wel. En niet omdat het een vrouw is. Ik ben gek. Zet 5 vrouwen om een tafel. Maak er een tv-programma van. Ik ga er naar kijken. Vind ik hartstikke interessant. Maar dit is toch geen niveau? Doe normaal. Weet je wel. Wij mogen in Nederland geen paddo's meer gebruiken. Niet meer hallucineren. Terwijl ik vind dat we daar recht op hebben. Dat is een gift van de natuur. En als jij een keertje wil hallucineren, doe het gewoon. Als jij het een keer leuk vindt om over straat te lopen, terwijl alle lantaarnpalen als pinguïns voor je buigen. Is goed. Is goed. Doe maar. Maar begeleid het. Help mensen. Maar ga het niet meteen verbieden. Die klein christelijke VVD-mentaliteit. Nou, dan mag het niet meer. Omdat er in Amsterdam... Het één meisje was een Franse toeriste. Die is van de Nemo afgesprongen, weet je. Dat is dat gebouw waar je natuurkundige proefjes kan doen. Dus op zich een topgebouw om van af te springen. Om te kijken of je kan vliegen. Hè? En toen zeiden ze, ja, is ongeluk gebeurd. Dus dan mag het niet meer. Die vernauwende, enge Fred Teven-mentaliteit. Ja, het gaat fout. Dus ja, dan gaan we het verbieden. Dan mag het niet meer. Hè? Jij verbiedt dan Franse toeristen. Daar wil ik ook eens over praten. Nee, maar en het was ook niet waar. Het meisje had te veel gebloot. Bleek achteraf, hebben die vrienden ook gezegd, ze had heel veel gebloot en daarna nog wat paddo's genomen. Dat is natuurlijk vragen om problemen. Als jij op een gebouw een aanloop neemt om te kijken of je kan vliegen en je hebt gebloot, dan denk je halverwege, ah, relax joh, kom wel goed. En dan heb je niet genoeg snelheid. Ja. Dat noemen we een baksteentje. En helemaal als iemand een fout maakt, hè. Als iemand een fout maakt in Nederland, Dan zeggen we meteen, nee, dan moet hij weg. Dat is onze eerste reactie. Ja, als we fouten maken, dan moet hij weg. Hè, bijvoorbeeld de Noord-Zuidlijn, de heer Herma, wethouder, hij heeft het fout gedaan. Ja, dan moet hij weg. Terwijl, weet je wat ik vroeger geleerd heb? Ik heb altijd geleerd, als je een fout maakt, dat je je stinkende best gaat doen om het weer goed te maken. Dat moet je doen. En dat had Herma moeten doen. Hij had gewoon op tv moeten zeggen, ik ga voor de helft van mijn salaris 2 keer zo hard werken en ik ga zorgen dat het voor elkaar komt. Maar dat doen we niet. Nee, hij moet meteen weg. Jongens, ik ben 51 nu, hè? Als er één ding is wat ik geleerd heb in mijn leven, als ik van één ding zou moeten zeggen, oké, 51 jaar, wat heb je geleerd? Als er één ding is wat ik geleerd heb, dan is het wel dat als je een... En bij een pizza moet je bij de eerste 2 stukjes blazen, anders krijg je blaren aan de binnenkant van je gehemelte. Maar één ding heb ik geleerd. Ja? Als iemand in je... Ja, en als je te veel gezopen hebt, moet je niet als je al in bed ligt nog aan je teennagels gaan pulken, want dan krijg je bloed aan de binnenkant van je dekbed. Maar als er... Eén ding is wat ik geleerd heb, dan is het wel dat je, nou ja, en als je een discussie hebt met mensen, moet je niet steeds harder gaan praten. Het is niet zo dat mensen denken, hij praat nu zo hard, misschien heeft hij toch wel gelijk. Maar als er één ding is wat ik geleerd heb, dan is het wel als iemand in je omgeving een fout maakt, probeer met hem door te gaan. Probeer het. Of het nou een vriend is of een werknemer, probeer het. Soms is het moeilijk, soms is de fout te erg, maar probeer het in ieder geval. Als een werknemer een fout maakt en je ontslaat hem, ten eerste, als je iemand niet ontslaat, geef je hem vertrouwen. En dat vertrouwen ga je ten aller tijde terugkrijgen. Dubbel en dwars, geloof me. Ten tweede, als je degene ontslaat, op het moment dat een ander komt, jongens, die gaat toch ook weer een fout maken? En misschien wel dezelfde fout, want die had hij nog niet gemaakt. Dus je komt gewoon niet verder. Ik neem jullie mee. Na 24 maart 2008. Er gebeurde iets bijzonders. In Amsterdam, bij Ajax, was een speler die in de kleedkamer van een andere Ajax-speler €150 heeft gestolen. In de kleedkamer, uit zijn portemonnee. Dat is erg. En die is op staande voet ontslagen. Dat lijkt mij terecht. Als iemand, ja, je moet elkaar kunnen vertrouwen. Als je uit iemand zijn portemonnee had, wegwezen. En toen vertelde hij zijn verhaal. Hij zei, nou, zit hier wat er echt gebeurd was. Ik heb wel €150 genomen. Maar die andere speler, we hebben een kaartspelletje gehad, 3 maanden geleden. En ik heb €150 van hem gewonnen. En hij wil het me maar niet geven, al 3 maanden lang. Elke keer als ik het vraag, dan zegt hij van, ja, ik heb portemonnee niet bij me. Of ik heb niet genoeg bij me. En hij wil het gewoon niet geven. En toen zag ik toevallig zijn portemonnee liggen. Toen heb ik mijn €150 eruit gehaald. Dat is alles wat ik gedaan heb. Dat is toch een ander verhaal. En toch is hij op staande voet ontslagen. Toen dacht ik, nee. Die trainer, die had tegen die 2 spelers moeten zeggen, probeer elkaar de fout te vergeven. Ga met z'n tweeën nu in een kleedkamer. Kom, met z'n tweeën. Ik had het wel willen zien. 2 van die omhooggeschoten jochies, weet je, van die macho's. Weet je, in een kleedkamer met z'n tweeën. Tot de een zegt van, ik had het ook niet moeten doen, sorry. Ik vind dat ik recht heb op €150, maar ik had van je portemonnee af moeten blijven. Hier heb je het terug.
En dat die andere hem aankijkt en zegt, nee man, ik heb je 3 maanden heb ik je aan het lijntje gehouden, je hebt gelijk. Sorry, zand erover, oké? En als ze elkaar aankijken, hand geven, even huggen, weet je wel, zoals voetballers kunnen. En als ze elkaar de fout hebben vergeven, ze gaan weer lekker trainen. En bij de eerstkomende wedstrijd van Ajax is er iets bijzonders tussen die twee spelers. Op een bepaalde manier hebben ze elkaar een fout vergeven. Er is weer een nieuw vertrouwen tussen de twee jongens, een soort band. En je ziet het op het veld. Je ziet dat ze makkelijker elkaar weten te vinden. Ze zijn meer met elkaars spel bezig dan met hun eigen spel. En langzamerhand dringt het bij heel Ajax door dat teamsport betekent dat je niet zelf zo goed mogelijk voetbalt, maar dat je probeert anderen zo goed mogelijk te laten voetballen. En dan zie je dat 10 andere spelers bezig zijn om jou zo goed mogelijk te laten voetballen. En het werkt. Ajax scoort steeds makkelijker en ze winnen, ze worden landskampioen, ze komen in de Champions League, komen ze terecht. En Ajax wordt het eerste team ooit in Nederland die een heel seizoen lang geen enkele rode kaart krijgt. Omdat ze het gewoon niet meer nodig hebben. En de beelden van die twee jongens die elkaar huggen in de kleedkamer gaan de hele wereld over. En daarmee is homoseksualiteit in de voetbalsport een bespreekbaar item geworden. En andere spelers van grote teams willen bij dit Ajax voetballen. Van Barcelona, AC Milan, die bieden aan om bij Ajax te voetballen voor de helft van hun salaris. Maar de trainer zegt, nee, dat doe ik niet. Ik heb vertrouwen in deze jongens. Hiermee gaan we verder. En ze staan in de finale van de Champions League. En een van de Ajax-ieders scoort 2 minuten voor tijd het waarschijnlijk winnende doelpunt. Hij ramt hem in de kruising. En hij is euforisch. En normaal gesproken zou hij juichen. Normaal gesproken zou hij op zichzelf wijzen, naar de tribune toe gaan, de eer opeisen, naar de camera's toe gaan. En hij doet het niet. Hij ramt hem in de kruising en hij draait zich om. Hij bedankt zijn medespelers en dan beginnen ze allemaal tegelijk te juichen. En dan gaat een golf van kippenvel door het hele stadion. En vanaf dat moment heet dat het nieuwe juichen. En voetbal wordt weer die schitterende sport die het altijd geweest is, omdat 2 mannen elkaar een fout hebben vergeven. Dat zou mooi zijn, hè? Weet je wat wij nodig hebben in Nederland? Weet je wat wij nodig hebben? Een minister van geluk. Een geluksministerie en een minister van geluk. En ik denk dat ik het moet doen. De eerste 4 jaar, want ik heb het bedacht. En een minister van geluk heeft geen potjes, geen geld, geen subsidie, niks. Hij mag alleen maar maatregelen afkondigen en die gebeuren dan. Dus ik mag dan als minister zeggen tegen die Ajax-trainer, laat die 2 jongens nou met elkaar praten. Laat ze elkaar houden. Het zijn geen slechte jongens. Het is geen dief. Laat ze met elkaar praten. En dat gebeurt dan. Ik mag bijvoorbeeld tegen de Belastingdienst zeggen, ik heb persoonlijk op dit moment een akkefietje met de belastingen. Nou, zeg maar rustig, akkefiet. Nou ja, luister, ik heb mijn eigen BV. Ja, al 12 jaar. En dat betekent dat ik mijn eigen belastingen doe. En ik, al 12 jaar doe ik dat. En elke maand moet ik mijn eigen loonbelasting overmaken. Dat doe ik ook. Dus ik heb al 144 keer achter elkaar, heb ik netjes op tijd, mijn eigen loonbelasting overgemaakt. En natuurlijk gaat het een keertje fout. Dit jaar, 1 februari, het ging fout. Ik was letterlijk 1 dag te laat. En ik kreeg 3 dagen later een brief van de belastingen. Want dat soort dingen zijn uitmuntend geautomatiseerd. Ik kreeg 3 dagen later van de belastingen een brief. En er stond in, meneer Sibbel, we hebben gezien dat u te laat betaald heeft. Als het nog 1 keer gebeurt, krijgt u van ons een zware boete. Toen dacht ik, nee. Nee, wat jullie moeten doen, is mij een bloemetje sturen. Jullie sturen mij een bloemetje met een kaartje. Op dat kaartje staat, meneer Sibbel, we hebben gezien dat u 1 dag te laat betaald heeft. We hebben ook gezien dat u al 144 keer achter elkaar netjes op tijd heeft betaald. Schijnbaar is op tijd betalen voor u net zo belangrijk als voor ons. Wat moet het een pijn hebben gedaan om die ene betaling gemist te hebben? Daarom het bloemetje. Vriendelijke groeten, de Belastingdienst. Dat zou toch mooi zijn? Want ze roepen altijd, leuker kunnen we het niet maken. Het kan wel. Ik bewijs nu, het kan wel. Alleen ze doen het niet. Omdat het nare mensen zijn. Mijn landje uit. Ik mag doen wat ik wil, hè. Ik ben de geluksminister. Ik zag bijvoorbeeld laatst dit blad. En ik denk dat velen van jullie het wel zullen kennen. De Happiness. Is dat een bekend blad, toch wel? Ja? Zie je allemaal mensen? Ja. Ken ik wel. Loopt goed ook, dat blad. Je ziet misschien meteen... zo schrijf je natuurlijk Happiness niet met een Z op het einde. Het is ook 2 S'en. Maar ik denk dat ze dan te weinig papier hadden op de cover. Dat ze dat net niet... Nee, kijk, het is bedacht door een vrouw. Dit blad, die heet Ines. Die heeft het ooit bedacht. En die wil ons graag gelukkig maken. En toen heeft ze bedacht dat het misschien leuk was om het dan samen te voegen tot 1 naam. Happiness. Dit is wat mij betreft de Mein Kampf onder de maandbladen. Wat dit blad doet... is elke maand zeggen, je moet gelukkig worden. Je moet gelukkig worden. En wij schrijven elke maand 10 artikelen. Wij leggen precies uit hoe je gelukkig moet worden. Ben je nou nog niet gelukkig? Badmuts, ben je nou nog niet gelukkig? Du sollst glücklich sein! Du sollst glücklich sein! Zullen we eens kijken wat erin staat? Het is een prachtig blad. Hè? Het is een zogenaamde glossy. Dus ik dacht, nou, er staan vast heel veel lekkere wijven in. Waarvoor zou je het anders plastificeren? Het is Een special over verlangen. En laten we gewoon kijken naar het eerste artikel. Hè? Staat ook nooit helemaal aan het begin.
Je moet altijd eerst door een berg meuk heen. Dan heb ik jou daar. Maar goed. Heeft de linkerarm ook wat te doen. La 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 la. Is hij al? Het eerste artikel. Kijk eens even aan. Nou, eerste artikel is geschreven door een boeddhist. En die luistert naar de naam Lama Lobsang. Zie je vaak bij boeddhisten dat ze iets in hun naam hebben met een dier wat spuugt. Gevolgd door het uitgespuugde gerecht. Nou, mensen die iets van spiritualiteit weten, die weten ongeveer hoe boeddhisten denken over verlangen. Want alle boeddhisten denken hetzelfde. Hè? Die zijn allemaal verlicht. Dat betekent dat je exact dezelfde kleren hebt, exact hetzelfde haar en dat je allemaal hetzelfde denkt. Hè? Ik verheug me er al op om verlicht te raken. En nou, wat zeggen boeddhisten over verlangen? Ze zeggen, daar moet je mee uitkijken. Verlangen is oorzaak van alle menselijke problemen. Verlangens moet je zoveel mogelijk onderdrukken. Dat helpt je. Het tweede artikel, dat heet Verlangen naar Ithaca. Dat is een artikel wat ons vertelt dat het zo goed is om ergens heftig naar te verlangen. Dat is goed voor een mens, om ergens af en toe heftig naar te verlangen. Totaal het tegenovergestelde. Dat wijf is schizofreen. Ze lult maar wat. Ze schuift maar wat op. Ja, en dan is het ook nog een Mindstyle magazine. Dat is bedoeld voor je geestelijke ontwikkeling. He, dat is het idee van het blad. Geestelijke ontwikkeling. Maar je moet er natuurlijk wel Biotherm Right Repair Pur Silicum op je gezicht smeren. Want met rimpeltjes lukt het niet. He? Nee. He, en Aqualia Thermal van Vinci. He, of een lekker geurtje. Dit hele blad staat vol met alleen maar reclame voor uiterlijke producten. Voor smeerseltjes, voor je haar, voor je tanden, voor spa's, voor modderbaden, voor de hele shit. Alleen maar shit voor het uiterlijk. Ja, maar dat is hoogtepunt dit. Dit is, is de maandelijkse bijlage. Die heet House of Happiness. En die zit er elke maand in. Dus dat is gewoon een katern. He, maar dat noemen ze dan een bijlage. Terwijl iets wat er elke maand in zit, heet gewoon een katern. Dat is de afspraak. Dat is gewoon een katern. Oké? Okay? Maar dat heet House of Happiness. Nou, nu gaan we zien waar we volgens Ines allemaal gelukkig van kunnen worden. En wat is het? Nou, spulletjes kopen, spulletjes kopen, spulletjes kopen, spulletjes kopen. Heel veel spulletjes kopen, spulletjes kopen, spulletjes kopen, spulletjes kopen. Met als hoogtepunt het Indiaanse spiegelkastje, ja? Dat is een spiegelkastje, dat kun je op de wc hangen met een geheim luikje. Zo geheim dat je precies ziet waar het luikje zit. En in dat luikje kan je dan allemaal je geluksdingetjes stoppen. He? Dan kan je tijdens het schijten naar je geluksdingetjes kijken. He? Bijvoorbeeld een hangertje van 45 euro, een gouden hangertje met een druppeltje goud erin. Want daar word je toch zo gelukkig van? Wat ben jij gelukkig? Ja, ik heb een hangertje. Oh man, ik heb een hangertje met een druppeltje goud erin. Ik ben zo gelukkig, ik ben zo gelukkig, ik ben zo gelukkig. Dit hele blad is alleen maar bedoeld om spulletjes door je strot te douwen. En wanneer leren we nou dat je van spulletjes nooit gelukkig gaat worden? En waarom is Astro TV nog steeds op de televisie? Ja. Zit je s'avonds, zit je lekker een beetje tietjes te kijken. Komt er een van de wijven in een coltra die begint te goochelen met kaarten. Op gesodemieten, ja, te bijna een erectie. Zijn er hier mensen die geloven in astrologie? Heel verstandig. Heel verstandig. Maar jullie zijn er wel. Krijg namelijk een naam binnen. Je zit daar. Nee, het is toch onzin gewoon. Astrologie is kabouter shit, man. Ik vind het zo erg. Nou ja, ik geloof er niet in. Ik lees het gewoon. Ja, dat is het nou juist. Jij leest het. Daarom zijn mensen daarmee bezig. Daar wordt de tijd aan besteed. Papier, drukinkt. Het is toch te erg voor woorden dat je in die kabouter shit gelooft. Dat je hebt misschien 60 jaar op deze aarde beschikking over je volle denkcapaciteit van je hersenen. Hè? De eerste 15 jaar van je leven denk je alleen maar, ik wil een keertje neuken, ik wil een keertje neuken. En de laatste 15 jaar, je nevertje, je nevertje, je nevertje. En daartussen heb je 60 jaar dat je logisch kan nadenken. En als je die 60 jaar gebruikt voor die onzin, dat vind ik een blamage voor de mensheid. Dat degenereert terug naar een aap. Ik kan jullie in één zin uitleggen waarom astrologie totale bullshit is. En dat doe ik aan de hand van het eerste omkeerbaarheidsprincipe. Het eerste omkeerbaarheidsprincipe heb ik bedacht en het klopt. Ik zal uitleggen hoe ik eraan kom. Het eerste omkeerbaarheidsprincipe, ik zat op een gegeven moment in de auto op weg naar wintersport. Ik ga altijd in Frankrijk op wintersport. En we zaten in een volgepakte auto. En er zat een dame bij die het nog niet kende en die geloofde in astrologie. En ik niet. En dan heb je met mij in discussie tot aan het huisje. En dat was niet zo goed voor de sfeer in de auto. Nou ja, de sfeer was toch al niet helemaal bom, bom, bom. Want ik had namelijk in mijn tomtom had ik nieuwe kaarten gedaan. Als je gaat reizen, wil je altijd de nieuwste kaarten hebben. En toen hadden ze tegelijkertijd automatisch de fabrieksinstellingen teruggezet. Daar had ik niet om gevraagd, maar we hebben het toch voor je gedaan. Nou, fijn. En toen begon hij bij 122 km per uur een piepje te geven. Hè? En ik had al snel door, dat is natuurlijk een beveiliging voor als je te hard rijdt, dat je even gewaarschuwd wordt. En in het begin vond ik het wel geinig. Weet je, dan ging ik tussen de 118 en 122 km per uur rijden. En dan probeerde ik met dat piepje een melodietje te maken. En dan moesten zij raaien welk liedje het was. Maar
Mensen werden op een gegeven moment toch een beetje misselijk. Begonnen doppertjes te ruiken. Dus ik aan de kant bij een parkeerplek en ik naar de schermpje van wilde. Nou, dat wilde ik niet, dus dan haal je dat vinkje weg. En toen drukte ik op doorgaan en toen kwam ik op een tussenscherm. En op dat scherm daar stond, of ik zeker wist dat ik dat wilde doen. Dat het veiliger was als ik het eraan liet staan. Juridische consequenties. Ik moest van dat apparaat mezelf toestemming geven om te hard te mogen rijden. De apparaten nemen het over. Als jij je mobiele telefoon aanzet, moet je een 4-cijferige pincode intikken. En dan zegt hij, code geaccepteerd. Het is mijn toestel. Het is mijn code. En hij bepaalt of die wel of niet geaccepteerd wordt. Als jij zo'n kleine compactcamera hebt en je maakt een foto, klikt die nooit meteen af. Er zit altijd zo'n arrogante vertraging tussen. Nou, nu klik. Nee, wanneer ik het wil. Wanneer ik het wil. Als je bij Schiphol door de draaideur gaat en die gaan automatisch, want dat schijnen we allemaal heel fijn te vinden, hè? En je hebt haast en je duwt er tegen, wat doet hij dan? Dan stopt hij! Hij stopt! Jij hebt haast, je geeft aan, ik wil sneller, en dan gaat die deur bepalen. Nou, rustig aan hoor. Een boeddhistische draaideur, zit jij erop te wachten? Als je in je auto zit, je zit er nog niet in, of die begint meteen te beginnen. Ja, riem om, dat weet ik al 15 jaar. Als je dan je boodschappen naast je neerzet, zit er een sensor en dan begint die weer te piepen. Net zolang totdat je je eigen boodschappen in een 3-punt veiligheidsgordel naast hebt zitten. Zit je lekker, Dirk? Hè? Zit je lekker? Als je lekker heet wil douchen, moet je eerst een palletje omhaken. Jongens, als ik een rode rug wil hebben, wil ik gewoon een rode rug hebben. En waarom maken ze die kranen altijd precies onder de straal? Als je hem aanzet, heb je altijd eerst een natte koude klauw. Maak ze aan de zijkant! Maak ze aan de zijkant! Waarom hebben mensen die beneden wonen altijd van dat plastic hebben ze zo hangen? Ja, dat je niet naar binnen kan kijken. Er kijken misschien 5 minuten per dag mensen naar binnen. En door dat plastic kan jij de hele dag niet naar buiten kijken. Dan heeft dat plastic toch gewonnen. Als jij het vervelend vindt dat mensen naar binnen kijken, leg je een tube ketchup neer. En als mensen naar binnen kijken, in je handpalmen en dan zo tegen het raam. Dan is het heel gauw afgelopen, kan ik je vertellen, ja? Weet je wat ik trouwens doe bij mijn tomtom? Tegenwoordig zet ik hem heel vaak op stemvolume 10%, want dan gaat ze fluisteren en dat is geil. Ja, dan zet ik hem op Belgische stem en dan hoor je zo over 300 meter naar rechts. En dan denk ik altijd, wat gaan we doen dan? Nee, dat zijn tomdingen. Nou, het is cliché, maar ik moet je zeggen, sinds ik dat ding heb, vroeger deed mijn vriendin natuurlijk altijd de kaart lezen. En we hebben nooit meer ruzie. En dan zie je toch hoe makkelijk vrouwendingetjes te automatiseren zijn. Hè? Ik heb nog nooit een apparaat gezien wat kan leiding geven. Maar nou, wat je moet doen, als je tomtom of je navigatie, weet je, als je altijd dezelfde route rijdt, heb je natuurlijk niet aanstaan. Want je rijdt dezelfde route, dus je weet hoe je rijden moet. Wel aanzetten. Maar dan zet ik hem altijd op een buitenlandse stem. Want dan leer je woordjes, snap je? Bijvoorbeeld, ik zet hem op Spaans en ik heb nu Spaanse woordjes geleerd. Ik kan bijvoorbeeld zeggen, intenta de la vuelta. Intenta de la vuelta. Dat betekent, probeer om te draaien. Ik weet nog niet in welke sociale context ik hem kan gebruiken. Intenta de la vuelta. Intenta de la vuelta. En wachten blijven. Het eerste omkeerbereidsprincipe, daar waren we gebleven. Je kan de wereld verdelen in 2 gebieden. Wetenschap, geloof. Wetenschap voelen we instinctief denk ik allemaal wel aan, toch? Wetenschap, dat zijn dingen die controleerbaar zijn, meetbaar, herhaalbaar. En geloof, dat is alles, nou ja, alle discussies die eindigen met, nou, toch is het zo. Ja, het is gewoon zo. Hè? Het stampvoetargument. En dat heb ik zelf altijd een zwak argument gevonden. Daarvoor heb ik bedacht het eerste omkeerbaarheidsprincipe en dat houdt in. Als iets wetenschappelijk niet aantoonbaar is, moet het omkeerbaar zijn om waar te zijn. Ik geef meteen een voorbeeld. Uri Geller. Uri Geller, hè, dat is die gast die labeltjes kan buigen met zijn gedachten. Uri Geller, God hebben ze ziel en wel zo snel mogelijk. Hij beweert dat hij met zijn gedachten labeltjes kan laten buigen. Maar wetenschappelijk is dat niet aan te tonen. Dus dan moet het omkeerbaar zijn. Dan moet je ook met je gedachten ze weer recht kunnen krijgen. En als je het niet kan, dan ben je een oplichter, een charlatan. Lekker terug naar Israël. Salam alaikum. Ik weet zeker dat er hier vanavond mensen in de zaal zijn die baat hebben gehad of geloven in acupunctuur. Misschien dat iemand daar eventjes getuige van wil doen. Schaam je niet, hè? Niemand? Dit is je kans. Niemand? Nou, er was laatst namelijk een dame, dat vond ik lief van haar ook dat ze dat zei. Er was een dame en die zei, ja, zegt ze, dankzij acupunctuur heb ik 2 kinderen gekregen. En toen dacht ik, nou, dat moet een hele rare dokter geweest zijn. Het wordt alleen maar leuker als je antwoordt. Maar kijk, acupunctuur is natuurlijk 2500 jaar geleden is het bedacht door de Chinezen. Die hebben dat uitgevonden. En wat ze beweren is dit. Wij hebben in ons lichaam lopen allemaal meridianen, energiebanen. Maar de wetenschap kan ze niet vinden. En dan zeggen de Chinezen, nou hier loopt er een. En dan gaan ze dat weefsel onderzoeken en ze zien gewoon niks. En dan gaan ze het meten, kijken of er een stroompje loopt en ze kunnen niks vinden. En de Chinezen zeggen, nee, maar dat komt omdat ze ultradun zijn. Hè? Dat zijn ultradunne energiebaantjes. Kogia, hoa. Ultradun, kogia, hoa.
En ze hebben uitgevonden dat je daar dan in moet prikken. Met een naaldje. En dat zijn acupunctuurnaaldjes. En die zijn waanzinnig dun. Die naaldjes zijn zo dun, als je die in je hand prikt of zo, je voelt ze eigenlijk niet. Zo dun zijn die naaldjes. Dus wat ze doen is met die waanzinnig dunne naaldjes, prikken ze precies in die ultradunne lijntjes, ja? Als jij aan het infuus moet of je moet bloed geven, staan ze een uur te kloppen, heb je een dikke rode streep, prikken ze nog vier keer mis. Oh, sorry hoor. Maar die Chinezen, pats, in één keer raak. Altijd. Ik wil die jongens wel eens zien darten. Het kan niet. Het is statistisch gezien onmogelijk om met zo'n dun naaldje, zo'n dun lijntje te raken. Dat gaat je gewoon nooit lukken. Het is bullshit. Maar goed, astrologie. Het eerste omkeerbaarheidsprincipe toegepast op astrologie. We zaten in die auto en die dame gelooft in astrologie. En astrologie houdt in, dat weet je misschien als je... De astrologen willen graag de tijdstip van de geboorte weten. En de plaats van de geboorte. En dan kunnen ze uitrekenen hoe op dat moment het firmament is. Hoe de sterren stonden. En de maan en Jupiter en de antecedenten. Dat kunnen ze helemaal uitrekenen. En daardoor weten ze wat het karakter is van het kind. Hè, het sterrenbeeld. En hoe zijn toekomst er ongeveer uitziet. Dat kunnen ze uitrekenen. Dat beweren ze. Dus zeg ik tegen die vrouw, dan is het andersom ook zo. Als jij een kind wil met een bepaald karakter en een bepaalde toekomst, kan je van tevoren uitrekenen waar en wanneer dat kind geboren zou moeten worden. En toen zei ze, ja nee, andersom werkt het natuurlijk niet. Ik zei, oh, dan werkt het niet. Hè? Dus als jij je kind expres, wat technisch volstrekt haalbaar is, expres op een bepaald moment en op een bepaalde plaats geboren laat worden, dan zegt Jupiter, het is expres, we gaan ergens anders staan. Snel. Nou, toen moest ze huilen. Jongens, er is iets aan de hand. Want mensen blijven dat blad gewoon kopen. Ik kan uitleggen waarom het bullshit is. En dan zeggen mensen, ja, maar het is gewoon leuk om te lezen. En die reclames, joh, die lees ik helemaal niet. Oh, de reclames werken niet. Daarom stoppen ze een miljard in, omdat reclame niet werkt. Iedereen die dat blad leest, heeft uiteindelijk een paar van die producten in zijn toilettas zitten of op zijn nachtkastje staan. Natuurlijk werkt het. Ja, daarvoor stoppen ze een miljard in, omdat het nou eenmaal zo werkt. Je koppelt producten aan leuke artikelen en bam, het komt bij de mensen binnen. Wij zitten de hele tijd in structuren waar we echt niet gelukkiger van worden. En we gaan er toch mee door. En logisch snap je het, maar onderbewust denk je toch, ja, maar ja, dat is een leuk blad. En ga je gewoon door. Hey, ik was laatst in New York, heb ik in een restaurant gegeten. Dit gebeurde er. Wij hebben in Nederland een fooiensysteem. En dat is gebaseerd op een redelijk salaris. En de aanvulling is de fooi, is de aanvulling. He, in Amerika is het omgedraaid. Daar is het salaris is laag. Dat is $2-3 per uur. En de fooi is je inkomen. Het idee is natuurlijk dat als je zo afhankelijk bent van de klant, dat je extra je best gaat doen als kok, serveerster, ober, dat je heel erg je best voor die klant gaat doen. Ik was in New York, een geweldig restaurant. Het heet Tao, mocht je er ooit komen. Je moet het van tevoren reserveren, maar het is echt de moeite waard. En we kwamen eraan en dan moet je ongeveer een half uur van tevoren, sta je buiten nog in de rij, wat in New York echt geen straf is, want het is gewoon gaaf om daar te zijn. De taxis die langskomen, de mensen die langslopen, de gebouwen, het is heerlijk. En dan ga je naar binnen, schitterende tent. Je loopt naar binnen en je komt in een hal, ik denk wel 15 meter hoog. Daar hangen enorme vaandels met allemaal Chinese tekens erop. Er zijn fakkels opgesteld, kleine nisjes in de muren met tot bovenin kaarsjes. Hoe ze het gedaan hebben, weet ik niet. En er hangt een soort schijf en op die schijf staat iemand lounge muziek te draaien. En die lijkt te zweven, die schijf. En overal staan tafeltjes, 30, 40 tafeltjes. En er zijn ook balkonnetjes hier en daar waar ook mensen aan zitten te eten. En wat ze daar hebben is het grootste Boeddha-beeld van Amerika. Aan de kopse kant staat een 8 meter hoog, groot zittende Boeddha-beeld die minzaam over de mensen uitkijkt terwijl ze aan het eten zijn. En als je daar binnenkomt, dan krijg je als extraatje een buzzer. Je krijgt een buzzer en dan drink je een cocktailtje. En dan moet je wachten tot die afgaat en dan moet je je meteen aanmelden. Als je dan te laat bent, dan gaat je beurt voorbij, moet je weer 20 minuten wachten. En dus je verwachtingen gaan omhoog. En ik dacht elke keer, ja, is dit hem nou of niet? Nou, totdat die afgaat, alsof er een mes in je been. Ik zat tegen incontinentie aan, kan ik je vertellen. Dus ik loop zo met die trillende been. Ik zeg, nou, hij doet het hoor. En dan gaan ze vragen stellen, are you complete? Is everybody there, weet je wel? En toen gebeurde het. Er kwam een soort wolk op ons af. Die ging open en daaruit kwam de mooiste serveerster die ik van mijn leven gezien heb. Een prachtige vrouw, zwart haar, ze had volgens mij groene ogen. Ze komt recht op mij af, ik stond voor in het groepje. En ze vraagt aan mij, do you want to follow me? Nou, al gingen we naar de Chinees op de hoek, ik was echt veel aan. En ze draait zich om en we lopen achter haar aan. Achter deze kruising tussen een engel en Viagra. En we lopen tussen de tafeltjes door en het is mooi. Ah man, het is schitterend. Ik zie oesters, kreeften, mooie flessen wijn. Mooi gedekt, mensen lachen. Bloemstukjes. En daar is ons tafeltje. Het enige tafeltje wat nog vrij is natuurlijk. Onze bussen ging af.
En het is de beste plek van de tent. Een koninginnetafeltje. Puur toeval, maar we hadden hem. Daar is het boerenbeeld. Die man staat zo'n beetje voor ons muziek te draaien. We kunnen alles overzien. En we schuiven in het bankje rondom die tafel. En ik ga als laatste erin. En die serveerster die komt even naast ons zitten. Om de specials van de dag uit te leggen. En ze zit tegen mij aan. Haar ene been zit tegen mijn been aan. Ik voelde haar lichaamswarmte. En haar andere been hing een beetje naast het bankje. Waardoor haar rokje een klein beetje omhoog ging. En ik net iets meer van haar benen zag dan wie dan ook in die hele tent. En ze had ook nog zo'n lekkere, rauwe Amerikaanse stem. Ik zat op een niveau fooi. Dan kan je in Marokko een vrouw voor mee naar huis nemen. Ze vroeg ook nog wat voor wijn we wilden. En ik had al lang op de wijnlijst gekeken. En ze hadden daar mijn, om te beginnen, favoriete wijn. De Samur Champagny wijn, een Loire wijn uit Frankrijk, ze haalden hem. En ze kwam even later terug en ik mocht de fles even voelen. En die voelde een beetje koel aan, dat moet 17 graden, gewoon perfect. En ze maakte hem open en ik mocht voorproeven en ik neem een slokje. En ik voel het naar beneden glijden. En dat is iets wat rode wijn met me doet. Jongens, ik had vlinders in mijn buik. Ik was gewoon verliefd op dat moment. En ik sta daar in New York in die waanzinnige tent. Ik drink wijn van de andere kant van de wereld. Het was subliem. En ze loopt weg en ze komt even later terug en ze vraagt ons of we al wisten wat we wilden eten. En natuurlijk wisten we al wat we wilden eten, want we hadden al lang op internet gekeken wat het menu was. We konden ons niet inhouden. Dus wij zeggen, ja, dit is het voorafje en dat wordt het hoofdgerecht. 80 seconden later komt ze terug met het voorafje. Dat is heel erg snel. Ja, een gemiddelde Chinees doet er langer over om de bestelling op te schrijven. En ze zet het neer en het was geweldig. Het was de beste tonijn sashimi die ik van mijn leven waarschijnlijk zal proeven. Maar weet je wel, ik voelde nattigheid. Ik denk, dit gaat allemaal te snel. Ik had net één slokje wijn op. Dus ze komt langs lopen en ik zeg, sorry, mag ik u wat vragen? Ik zeg, kunt u een kleine pauze inlassen tussen het voorgerecht en het hoofdgerecht? En ze kijkt me aan en ze verandert in een soort heks. Er komt opeens een bult hier waar allemaal haren uitkwamen die ik daarvoor echt nog niet gezien had. En toen zei ze tegen me, it's already in the pipeline. Het was al onderweg. Het hoofdgerecht was al onderweg. 25 minuten later waren we klaar met eten. Ik had net één glas wijn op en ze waren aan het jagen. Ze probeerden zoveel mogelijk fooi binnen te halen. Door zo snel mogelijk, zoveel mogelijk mensen in en uit die tent te krijgen. Naast me zaten 5 meisjes te eten. En die waren nog bezig met het voorgerecht. Toen kwamen ze al op een trolley het hoofdgerecht brengen. Daar hadden ze wel schalen overheen gezet om het warm te houden. Maar het stond gewoon koud te worden. Hè? En er liep een klein Mexicaans mannetje rond die tafel. En zodra ze een soepkom leeg hadden, trok hij het weg om de druk op de groep op te voeren. En toen maakten ze een fout. Onze serveerster, onze vrouwelijke reïncarnatie van Pol Pot, maakte een fout. Ze vroeg namelijk aan ons of we nog een dessert wilden. Natuurlijk wilden wij een dessert. En we kregen de menukaart weer. En ik kan jullie niet vertellen hoe moeilijk het is om maar 3 desserts te kiezen. Het is een onmogelijke opgave. En we moesten discussiëren erover, de voordelen afwegen. En we namen nog een ander flesje wijn. En zij kwam steeds maar vragen of we het al wisten, of we het al wisten. En nog een keer of we het al wisten. En uiteindelijk werden de andere obers werden naar onze tafel gestuurd of we al wisten wat we wilden. Koks van het fornuis afgehaald om even ons te vragen of we wisten wat we wilden. Wildvreemde mensen werden van straat geplukt om even ons te vragen of we al wisten wat we wilden. Uiteindelijk werd de druk te groot en ik bestelde de chocolate lava cake. Daar stond namelijk achter een warm chocoladetaartje en er stond achter bereidingstijd minimaal 15 minuten. 11 minuten, vrienden. 11 minuten en het stond op tafel. En ze zetten het neer en ze vroeg of er de koffie bij wilde. Ik zei, nou nee, daar hoeven we geen koffie bij. En toen legden ze ongevraagd de rekening neer. En ze loopt weg. En ik begin het op te eten. Maar ja, warm chocoladetaartje, weet je wel. Warm het lekkers, dus hoe lang kan je erover doen? En ik heb het laatste stukje chocolade nog in mijn mond zitten. Of zoom, daar stond ze alweer. En toen zei ze, how are you gonna pay? Hè, hoe ga je betalen? En toen zeiden we, betalen? Nee hoor, we gaan eerst nog lekker koffie drinken. Wij hebben het 2,5 uur volgehouden. Zelfs het boeddha-beeld stond zo. Maar dat komt ervan als we dat systeem handhaven. Dit systeem is gebaseerd op geld. Wij zijn economische wezens geworden. Wij vertalen alles alleen nog maar in geld. Wij proberen zoveel mogelijk geld binnen te halen. En daar, wist je dat we op dit moment in Nederland een kwart van het brood weggooien? Laat het even tot je doordringen. 25% van het brood wordt weggegooid. Zowel de mensen thuis als in restaurants. Een kwart van het graan wordt voor niets gezaaid. En je weet allemaal hoe dat werkt. En je weet allemaal, als je thuis bent en je hebt een kapje over, hè, dan gooi je dat weg. En waarom? Omdat het niks kost. Het is 5 cent, 4 cent. De economische waarde van een boterham is heel laag. Financieel is het niks. Daarom gooi je het weg. De menselijke waarde is ontzettend hoog. Het is topvoedsel. Maar we zijn allemaal economische mensjes geworden. We zijn alleen nog maar financieel aan het denken. Daarom is die crisis er ook. Daarom is dit allemaal gebeurd. We zitten de hele tijd in dat soort systemen vast. En ik moet je eerlijk zeggen, toen ik dat hoorde, is er iets met mij gebeurd. Ik heb sindsdien een ideaal. Dat is 1,5 jaar geleden. En idealen zijn lastig. Daar heb je heel veel mensen voor nodig of heel veel geld. Maar ik heb een ideaal wat je in je eentje kan uitvoeren. Ik noem dat een micro-ideaal. Iets wat je gewoon in je eentje kan doen.
Mijn ideaal is, ik gooi geen eten meer weg. En ik doe het nu 1,5 jaar en tot nu toe is het me gelukt. Ik heb thuis geen grammetje eten meer weggegooid. En ik kan je dit vertellen, als je het gaat doen, het is hartstikke gaaf om te doen en je voelt je nog goed ook. En het is veel makkelijker dan je denkt. En je hebt toch allemaal met rijst? Je hebt allemaal rijst, hoe deed je dat? Een palletje water op en als het kookt, uit het pak, 1,10 euro. Beetje voor mij, beetje voor jou, wat voor de zekerheid, beetje voor de pan. En nou, pak is bijna op, doen we dat er ook nog maar bij. En uiteindelijk heb je na 2 dagen zo'n groot wit blok beton heb je over. Dat sta je met de achterkant van een bezemsteel. Zei dat zo, door je toiletpot te douwen, het komt er bij de buren in de vorm van witte fluffeltjes op het tapijt. Komt het er weer uit. Ik doe dat niet meer, hè? Ik meet het af. En inmiddels weet ik ook precies hoeveel ik doe. Ik hou nooit meer wat over. En als ik wat overhoud, ik vries het in, ik maak een nasi van. Of je kan ook van gekookte rijst kan je gebruiken voor Thaise viskoekjes. Ik gebruik het. Brood gooi ik ook niet meer weg. No way. Ik rooster het. Ik maak een paneermeel van. Weet je, ik woon bij een sloot, hè? En daar staan elke woensdagmiddag de kinderen en de ouders in de rij om de eenden te voeren met zakken brood tegelijk. Ik heb eenden met bulimia. Ik heb eenden die eten het brood op, dan zie ik ze naar een struik toe gaan. Ze steken een flipper in hun bek, ze kotsen het uit en ze gaan gewoon door met brood eten. Ik heb ratten met obesitas, die kunnen hun eigen holletje niet meer in, die moeten onder de brug slapen. Voor mij mogen ze op alle plekken waar moeders komen met kinderen om die eenden te voeren, mogen ze grote foto's ophangen van uitgemergelde Afrikaanse kinderen. Anders leren we het nooit. We blijven maar in dat economische ding hangen. We moeten anders... Als je in een straat woont, je woont in een straat. En iedereen heeft een roestige fiets. Stel je voor, hè? Iedereen heeft een roestige fiets. Dan ben je gelukkig met je fietsie. Dat maakt niet uit. Totdat er één iemand een mooie fiets hebt. Hè? Een mooie glimmende fiets met accessoires. Dan wil jij dat ook. Dat is zo. Dan denk je, ja, dat wil ik eigenlijk ook. En dit doen we dus al 100 jaar. Wat je dan doet is, dan ruil je vrije tijd. Dat ruil je dan om voor geld. En vervolgens, je gaat wat harder werken. En na een paar maanden heb je het geld en je koopt een nieuwe fiets. En je fietst op je nieuwe fiets en je voelt je beter. Je voelt je gelukkiger. Wauw, een nieuwe fiets. Maar 2 maanden ben je eraan gewend. Voelt het weer normaal. Ondertussen heeft iedereen in die straat een mooie glimmende fiets gekocht. En het gevolg is dat je qua geluk geen millimeter bent opgeschoven. Maar we zijn wel met z'n allen harder gaan werken. En dat zijn de systemen waar we de hele tijd in terechtkomen. En je snapt het wel, logisch gezien. Maar onderbewust ga je ermee door, hè. Kijk je wel eens naar hoe heet het ook alweer? Quibs. MTV Quibs. Heb je dat wel eens gezien? Nou, dat is een programma van rappers, van die yo-yo-negers. En die laten hun huis zien. Dat noemen ze een quib. In Amerika is dat de slang voor je huis. Quib. Ik heb een quib. He, dat je niet denkt, een neger in een kribbetje, welke bijbelvertaling heb ik nou weer misgelopen? En die laten hun huizen zien. En dat doe je alleen maar als je een tophuis hebt. Dus het zijn hele mooie huizen met zwembaden en enorme slaapkamers. En weet ik veel wat, keukens met winkelcentrum eraan vast. Voor als je wat vergeten bent. Nou, in ieder geval, het eindigt altijd met de auto's. He, dan laten ze auto's zien en dan hebben ze allemaal 10 auto's. Maar je bent pas wat als je een Mercedes hebt. Dat is daar echt een dingetje. Als je een Mercedes hebt, how many Mercs do you have? How many Mercs? Dat is het dingetje. Er zijn glimmende auto's en je moet een Mercedes hebben. Wat is er met ons mensheid gebeurd dat je op je 30ste het doel in je leven, wat je wil, is dat je een Mercedes voor de deur hebt staan. Dat je auto's hebt, heel veel, maar dat er dan, ja, ik moet een Mercedes hebben. Wat is er met ons gebeurd dat dat een doel kan zijn? Wat is Het gaat niet lukken. De engel staat voor God. En hij zegt het. Hij zegt, het gaat niet lukken. En God zegt, dan heb je gefaald. Nu moet ik je straffen. Jij moet tot in de eeuwigheid Hans Sibbel blijven. Waarop die engel zegt, dan wil ik nog 1 ding proberen. Casanova. Casanova, de naam is bekend, neem ik. Dat kent iedereen toch wel, Casanova. Als jij als man goed vrouwen kan versieren, dan zeg je, hij is een echte Casanova. Een vrouw versieren. Casanova leeft in Italië van 17 zoveel tot 17 later. En hij had een systeem, hè, om vrouwen te versieren. Dat was zijn ding. Hij had een soort 22-stappenplan, zeg maar. Daar heeft hij over geschreven in zijn dagboek en andere geschriften. Hij moest het niet van zijn uiterlijk hebben. Het was niet een heel knappe man. Er zijn een paar schilderijen van, een paar tekeningen. En qua uiterlijk zat hij tussen George Clooney en mij in. Zo hier. Dus dat was het niet. Ik ben altijd gefascineerd geweest. Dat je gewoon door een systeem, door stappen te volgen, de vrouw die je begeert, dat je die kan krijgen. Ik was altijd slecht met vrouwen. Ik zal je eerlijk vertellen, pas op mijn 19 heb ik voor het eerst echt een vrouw getompt.
Dat, en dat je ook denkt, ja precies, een hele goede reactie, ja. Ja. Ik hoorde daar iemand gewoon, nou, dit is belachelijk. Ik schaam me er ook voor. En ik schaam me vooral waar ik ervoor op geoefend heb. Dat wil je echt niet weten. Ja, maar het werd ook wel tijd ook, zeg, hé, weet je wel. Maar het was net aan het begin van mijn studie. Ik begon toen met studeren. Ik heb economie gestudeerd. Daar heb ik 8 jaar over gedaan. In mijn tijd moest je er heel veel bij drinken. En daarvoor gingen we veel stappen. Ik ging zeker 5 keer per week gingen wij stappen. Ik begon altijd, ik had een vaste stapmaat en we begonnen altijd in de Bamboe Bar. De Leidse Dwarsstraat, hij is er nog steeds die bar, maar het was vroeger een beetje meer shabby bar met levende muziek en zo. En ik ging er graag heen, er was een barkeeper die wij, daar had je een vriend mee, Tjerk heette niet. En wij begonnen altijd om 9 of 10. En als we daar kwamen kregen we altijd een gratis biertje van hem, wat in de studententijd ook lekker is. Maar het was gewoon echt een goede gast. En ik masseur, hè? Ik elke keer weer, oh, het is weer niet gelukt deze week, man, weer niet gelukt. En ik vergeet het nooit. Op een gegeven moment zegt hij, ja, maar Hans, dan doe je toch gewoon een keer wandje tik. Ik zeg, hè, wandje tik? Zegt hij, ken je wandje tik niet? En hij vertelde me wandje tik. Wandje tik werkt als volgt. Als je als man een vrouw wil versieren, dan ga je in een kroeg in op een moment dat het lekker druk is, maar dat mensen nog niet echt dronken zijn. Laten we zeggen 11:30. Hè? En dan ga je naar binnen, dan bestel je aan het begin een biertje en met het biertje loop je naar de achterkant van de kroeg. De truc is dat je zodanig loopt door die kroeg, dat je zo'n beetje iedereen, alle vrouwen zo'n beetje tegenkomt. En in de ogen kan kijken. En dan ga je ze aankijken, maar niks zeggen. Gewoon aankijken, laten zien dat je geïnteresseerd bent, maar niet met een grappig beginzinnetje komen of zo. Helemaal niks zeggen. En zo loop je heel rustig naar de achterkant van de kroeg. Je drinkt rustig van je biertje. En dan ga je uiteindelijk tegen de muur aanstaan. Dan drink je rustig je biertje op. En als je biertje leeg is, doe je even wandje tik. Even wandje tik. En dan loop je terug. Met je lege glas loop je terug. Niemand aankijken. Rustig teruglopen, niemand aankijken, tot je aan het begin van de kroeg bent. Dan zet je duidelijk je lege glas neer en dan draai je je om. De vrouw die jou op dat moment aankijkt, daar ga je een topavond mee beleven. Ik heb het 4 jaar gedaan en het heeft me niets opgeleverd. En is niet gek, hè? Want die vrouwen zijn niet debiel. Die vrouwen zien dat je met al die andere vrouwen ook bezig bent. En die denken, ik ben niet bijzonder voor jou, ga ik ook geen moeite voor jou doen. Wat logisch is. En waarom lukte het Casanova wel? Hij was altijd met 1 vrouw tegelijk bezig. Door dat systeem wat hij had. Wat dat systeem inhield, dat doet er helemaal niet toe. Het gaat niet om die stappen, het gaat erom dat hij gefocust was. Zo'n vrouw voelt zich dan bijzonder, wat ze ook is. En daarom lukte het hem altijd. En het is met geluk net zo. Als je met andere mensen bezig bent tegelijk, vergeet het. Als je met anderen bezig bent, gaat het niet lukken. Er is altijd iemand anders die leuker is, mooier, grappiger, rijker dan jij. En naar de toekomst kijken, het heeft geen nut. Wij mensen, de menselijke geest, is ongeschikt om te bepalen, om te bedenken waar we in de toekomst gelukkig van zullen gaan worden. Weet je niet. Misschien weet je waar je morgen gelukkig van wordt, maar waar je over 1 jaar gelukkig van wordt. Of over 10 jaar, no way. Ah, je kan wat geld sparen, dat je straks wat meer mogelijkheden hebt. Maar dat is het dan ook. Het enige wat je menselijkerwijs kan doen om in de buurt van je eigen geluk te komen, dat is als je iets doet, doe het met aandacht. Ook met liefde, maar vooral met aandacht. Als jij iets moet doen waar je eigenlijk helemaal geen zin in hebt, waar je tegenop ziet, en je doet het toch, maar je doet het met aandacht, dichter bij geluk ga je nooit komen. En dan ga ik nu weer terug omhoog. En alle mensen van United en van het theater. Dank jullie wel. Dank jullie wel.